Even kijken, doe het ding het. Ben ik van iedereen verstaanbaar? Ja. Oké, goed zo. De avond begint een beetje ongebruikelijk. Marita komt eerst een voorstel van wie de sprekers zijn. Ik doe gelijk de aftrap en de introductie krijgt u achteraf. Ik heb een paar boeken geschreven over de gevangenis en mijn tijd in de gevangenis. Het tweede is recent verschenen. Het eerste boek gaat eigenlijk over de vraag van hoe kom je in de gevangenis? Dat is betrekkelijk eenvoudig. Het tweede boek gaat over de vraag van hoe blijf je uit de gevangenis? Dat is een veel lastiger vraagstuk. En het derde boek, dat gaat over de vraagstuk van zijn er dan geen alternatieven voor die rare straf? Want die rare straf heeft als raar kenmerk dat de straf niet afgelopen is op het moment dat je uit de gevangenis komt, maar dan begint die eigenlijk pas. Ook het thema van vanavond. Het boek heb ik, dat is natuurlijk hoogst autobiografisch, maar in feite is dat niet zo, omdat de patronen die ik in het boek beschrijf, de details, die zijn van mij. Maar de patronen die ik in het boek schrijf, die kun je terugvinden bij, de laatste telling was 350.000 Nederlandse ex-gedetineerden. 350.000, dat is 1 op de 25 volwassen mannen. Die aanlopen tegen min of meer dezelfde problemen. En dat legt een enorme druk op de maatschappij. En er zit ook een aantal vragen in van hoe gaan we daar in de toekomst mee om? Wat doen we met die mensen die eigenlijk een soort tweederangs burgers zijn geworden? Ik heb ervoor gekozen om dit boek een gesprek te laten zijn tussen gevangenisbewaarders en mijn persoontje. En dat komt omdat ik op een gegeven moment werkzaam was als vrijwilliger voor de stichting Delinquentie en Samenleving. En wie daar ook aansprak, niemand wou lesgeven aan gevangenisbewaarders en opleiding. Dat deed men niet. De opleiding geven aan bewakers, dat was al helemaal uit de boze. PIW's is één verhaal, bewakers is een ander verhaal. En wat ik merkte in die gesprekken die ik had met die gevangenisbewaarders en opleiding, was eigenlijk dat het eerste kwartier, het eerste half uur dat er zo'n les plaatsvond, dat je één hardnekkig misverstand bij die mensen dringend uit de weg moet ruimen. En dat is het feit dat een hele hoop van die jongens op de een of andere manier de indruk hebben dat zij degene zijn die straffen moeten. En dat is een raar iets. Straffen is hier in Nederland voorbehouden aan de rechter en aan niemand anders. Fundamenteel beginsel van onze rechtsstaat. In Nederland is het ook zo dat de vrijheidsbeneming zelf is eigenlijk de straf. Maar die jongens waren van mening dat zij moesten erop toezien en zelf ook wat dingetjes organiseren om ervoor te zorgen dat er gestraft werd. Dus de eerste kwartier, de eerste half uur van die ontmoetingen, die gingen vrij hard. Ik ben het er namelijk helemaal niet mee eens. En de enige manier waarop je dat duidelijk kunt krijgen wat er aan de hand is, zijn die jongens vragen van zijn wij nou zo verschillend van elkaar? Wat zou jij doen in die en die omstandigheden? En op het moment dat ze doorkrijgen dat er eigenlijk niet zoveel verschil bestaat tussen hun aan de ene kant en mij aan de andere kant, ontstaat er ook ruimte voor het idee dat die straf eigenlijk niet aan hun is om die uit te delen. En dan heb je ruimte voor een gesprek. Dat is eigenlijk de opbouw van dit boek. Dan wil ik nu graag het woord geven aan Meerte. Welkom allemaal. Nou, ik wil hier Rijn introduceren, maar die heeft zichzelf net al heel goed geïntroduceerd. Dit programma heb ik gemaakt naar aanleiding van het boek van Rijn, 13 ongelukken. Wat inderdaad vooral een persoonlijk relaas is van het leven in de gevangenis, maar vooral het leven na de gevangenis. En de worsteling die jij noemt met het normale leven als je uit de gevangenis komt. Maar het is ook het boek zie ik ook als een pleidooi voor een meer humaner gevangenisbeleid. En het dwingt ons ook na te denken, wat Rijn net zelf ook al zei, van of er geen alternatieven zijn. Als we concluderen dat het systeem faalt, moeten we dan op zoek naar een alternatief.
Dit zijn ook de lijnen waar deze avond over zal gaan. Ik ben heel blij met het panel wat we vanavond hebben, of de sprekers die we vanavond hebben, want die komen allemaal uit het werkveld. Die hebben allemaal hiermee te maken. We beginnen straks met Bart Molenkamp, inmiddels gepensioneerd gevangenisdirecteur, maar werkte 30 jaar in de gevangenis. En hij zal een verhaal houden over detentie als rituele dans. Welkom, ga zitten. Daarna komt Peter Faber. Misschien de meesten van u kennen hem waarschijnlijk als acteur. Maar hij heeft ook de Peter Faber Stichting en daarmee doet hij verschillende dingen. Zo probeert hij met allerlei projecten jongeren, geloof ik, vooral uit de gevangenis te houden. Maar hij doet ook projecten in de gevangenis waarbij hij mensen voorbereidt om weer terug te komen in de maatschappij. Daar gaat hij over vertellen. Vervolgens hebben we Karel van Duivenbode. Ga maar hier zitten in plaats van op de trap. Ja. Karel van Duivenbode is projectleider in de nazorg. Dus dan hebben we eigenlijk de drie stappen gehad. Detentie, voorbereiding op uit de gevangenis komen. Nou, dan ben je uit de gevangenis. Dan loop je tegen allerlei praktische zaken aan. Nou, en dan hebben we een geresocialiseerde burger, zou je denken. Maar zoals Rijn al aangaf, is dat niet helemaal het geval. Het recidieve aantal is heel hoog. Er zijn heel veel verschillende studies, maar we kunnen misschien wel gemiddeld zeggen dat het recidieve aantal zo rond de 70% ligt. Dus als we dan concluderen dat dit systeem faalt, dan moeten we nagaan denken over wat dan het doel en het nut van straf is. En als laatste zal Erno Eskens, filosoof, spreken. Hij zal een verhaal vertellen over forensische filosofie en wat dat kan bijdragen aan deze discussie. En dat leidt dan ook tot het slotdebat wat ik met de zaal wil hebben over de iets grotere thema's. Dus het doel en het nut van straf, eventueel het alternatief. Tussendoor zal ik ook af en toe kort de sprekers interviewen, maar dan is er ook de mogelijkheid voor u om vragen te stellen. U moet dan wel even, steekt u dan uw hand op en dan komt de microfoon naar u toe. Ik vind het altijd wel leuk, helemaal op zo'n avond als deze, om een beetje te weten wie we in de zaal hebben. Dus ik vroeg me bijvoorbeeld al af, kunt u uw hand opsteken als u er niet alleen uit interesse bent, maar ook vanwege uw werk, als u werkzaam bent. Zo, dat is heel veel. Ah, even vragen. Wie bent u en waarom bent u hier? Wat doet u? Ik ben Thea en ik werk bij de Stichting Eigen Kracht. Dus herstelgericht werken. Even kijken. Handen weer omhoog. Nou, het was bijna iedereen, dus ik kan gewoon. Wie bent u? Ik ben Robijn en ik werk bij Stichting Slachtoffer in Beeld. En wij doen herstelbemiddelingen. Herstelbemiddeling? Ja. Even kijken. Een man. Zak u uw hand op? Oh. U komt dus uit pure interesse. Nou, ik heb de boeken gelezen van Rijn Gerritsen. En ook in verband met een cursus journalistiek heb ik Rijn Gerritsen een keer geïnterviewd. Nou, leuk. Even kijken, nog één iemand. Stak u uw hand op? Ik werk bij Dienst Justitiële Inrichtingen. Ah, nou, die komen nog wel tegen vanavond. Oké, nou dan weten we. We weten nog niet wat we allemaal natuurlijk in de Kuip hebben, maar we weten in ieder geval dat we een ontzettend betrokken publiek hebben vanavond. En dan wil ik nu beginnen met de eerste spreker, en dat is Bart Molenkamp. Ja, goedenavond. Heel kort over mijzelf. Ik heb 30 jaar bij de dienst justitiële inrichting gewerkt. Als inrichtingsdirecteur eerst in Den Bosch en later in Breda en uiteindelijk in Vught. Ik heb er een soort column van gemaakt, dus die ga ik nou voorlezen. U kent ongetwijfeld het begrip draaideurcriminelen. Draaideurcriminelen, gedetineerden, die veel al kort na het uitzetten van een gevangenisstraf weer in het huis van bewaring belanden. En daarna weer en weer. De avond voor hun ontslag nemen ze afscheid van hun lotgenoten en verdelen ze de spulletjes die ze achterlaten. Ze lijken altijd weer vast van plan voorlopig niet meer terug te keren. En dan zijn ze er weer. Zo gaat dat bij sommigen jaar na jaar. Ik vroeg me af waar dit allemaal toe diende, of dit wel normaal was. Opgepakt, vervolgd, opgesloten, vrijgelaten, weer opgepakt, vervolgd en zo verder als een ritueel. Een rituele dans. Bij kleinere misdrijven zoals winkeldiefstal, mishandeling, duurde het soms al anderhalf jaar voordat de verdachte voor de rechter stond.
De vraag dringt zich dan wel op wat daar de zin van is. Gaat het erbij dan nog om iets anders dan op het voltooien van het ritueel? Wat is dan eigenlijk nog het doel en staat men wel eens stil bij het effect? Of doet de overheid hier eigenlijk zomaar wat? Vanuit gewoonte en traditie, omdat men dat nou eenmaal zo heeft bepaald. De bekende forensisch psychologe Corine de Ruiter vindt dat de overheid bij de toepassing van de strafrecht te weinig gebruik maakt van de wetenschap. Voor zover al duidelijkheid bestaat over het doel, is in ieder geval het bereikte effect daarmee niet in overeenstemming. Ze noemt dat kwakzalverij. Ik heb het liever over een rituele dans. Het strafrecht als rituele dans, als bezweringsformule. Toen ik in 1979, na onder meer studie in de algemene politiek en sociale wetenschappen, startte in een directiefunctie bij het gevangeniswezen, ging ik op zoek naar publicaties over doel en effect van het strafrecht. Wat ik aantrof waren vooral veel pseudofilosofische betogen van een in mijn ogen bedenkelijke wetenschappelijke kwaliteit. Weinig over doel en effect. Dat is overigens nog steeds zo. Onlangs stelde een rechter in een interview dat hij meer belang hecht aan het volgen van de regels dan aan het bereikte resultaat. Zo zit dat dus. En in het strafproces staat dus niet de waarheidsvinding centraal, maar de wedstrijd tussen het Openbaar Ministerie en advocatuur en de spelregels die daarbij gelden. Daarbij komen de feiten er bekaaid van af. In de jaren 90 van de vorige eeuw vond in de Verenigde Staten een scherpe daling plaats van de criminaliteit. Justitiële autoriteiten sloegen zich erover op de borst. Langere straffen en meer politie hadden kennelijk hun nut bewezen. De econometrist Stephen D. Levitt maakte aannemelijk dat de daling vrijwel geheel het gevolg is van de legalisering van de abortus 20 jaar eerder. Er waren minder ongewenste kinderen geboren. Een perfecte illustratie van het belang van serieuze wetenschap bij onderzoek naar criminaliteit. Op 27 oktober 2005 vond in het uitzetcentrum Schiphol-Oost een brandplaats waarbij 11 gedetineerde vreemdelingen omkwamen. Direct werd de koers uitgezet op de verdenking dat zoiets overal in het gevangeniswezen kon plaatsvinden. En er werd vervolgens voor meer dan 360 miljoen euro vertimmerd aan penitentiaire inrichtingen om deze brand veiliger te maken. In het reguliere gevangeniswezen is echter in meer dan een eeuw geen enkele gedetineerde als gevolg van een brand omgekomen. En dat betekent dus dat 360 miljoen euro zomaar is uitgegeven, zonder risicotaxatie, zonder voldoende zicht op het doel en effect, zonder gebruik te maken van de kennis en ervaring binnen de inrichtingen. Het beleid van het gevangeniswezen leidt aan een groot gebrek aan continuïteit. Oorzaken daarvan zijn voortdurende wisselingen in de leiding van het gevangeniswezen en dient ten gevolge een gebrek aan historisch besef en de zeer beperkte wetenschap op het gebied van de sanctietoepassing. Een illustratie daarvan is het beleid ten aanzien van de gedetineerdenarbeid. In 1994 werd inmiddels de nota werkzame detentie uitgeroepen tot speerpunt en werd daarin zwaar geïnvesteerd. 10 jaar later bestond het voornemen het geheel af te schaffen. De hoofddirecteur meldde dat zelfs op onze nationale televisie. En op dit moment is het weer een speerpunt van beleid. Meer gedetineerden moeten langer gaan werken. Medio 2008 werd de vervroegde invrijheidstelling vervangen door de voorwaardelijke invrijheidstelling. Voortaan werd aan het vrijlaten na 2/3 van de straf voorwaarden verbonden. Strenge voorwaarden en in sommige gevallen zitten gedetineerden gewoon zijn hele straf uit. Er werd een systeem opgetuigd van advisering, besluitvorming, uitvoering en controle. Voortaan kregen gedetineerden zijn strafkorting niet cadeau. Nog tijdens de invoering van de wet op de voorwaardelijke invrijheidstelling werd het effect hiervan berekend op de recidive. Dat effect is vrijwel nihil. Dat viel wel even tegen. Bij de verantwoording die ik als inrichtingsdirecteur aflegde, leek er wel eens op dat het er vooral om ging dat er geen sprake was van wat aangeduid werd met gedoe. Zaken die vervelend in de publiciteit konden komen. En dat het verder en niet zo heel veel uitmaakte. Uit onderzoek bleek dat het merendeel van de gedetineerden in de speciale beheersregimes gewoon ernstig gestoord is. En dat er te weinig psychologische expertise was. De aandacht van de leiding van de dienst justitiële inrichtingen was er toen aanvankelijk vooral op gericht dat uit de pers te houden. Niet om het probleem op te lossen. Ik had er wel begrip voor, maar het illustreert waar de focus zich op richt.
Ongeveer 2/3 van de gedetineerden leidt aan een psychische stoornis, waarvan ongeveer 1/3 ernstig. Maar tot voor enkele jaren mocht in detentie niet behandeld worden. Gestoord erin en gestoord eruit. Dat meer dan de helft van de gedetineerden binnen 5 jaar weer in de gevangenis belandt, hoeft dus alleen al daarom geen verwondering te wekken. Rijn Gerritsen beschrijft in 13 ongelukken hoe hij in het afzonderingsregime in de Rode Pannen in Venhuizen op het veiligheidsbed terechtkomt. Hij was kwaad en verstoorde de orde. En dan biedt de penitentiaire beginselenwet, de PBW, ruimte voor een dergelijke dwangmaatregel. Gewoon volgens de spelregels dus. Niets aan de hand. Of toch wel, want het gebruik van een veiligheidsbed is alleen echt noodzakelijk in het geval dat de gedetineerde zichzelf wat aandoet. Was dat de wetgever niet bekend? Onderzoek wijst erop dat traumatisering door detentie vooral het gevolg is van specifieke gebeurtenissen tijdens de detentie. Zoals het pesten door medegedetineerden of personeel en het onterecht toepassen van dwangmaatregelen. Niet door de detentie op zichzelf. Nog ernstiger dan de ervaring van de detentie, de laatste fase in de voltooiing van de rituele dans, is het stempel waarmee een gedetineerde de inrichting verlaat. Uit de bak kom je zelden nog aan de bak. Het is dan ook niet verbazend dat korte gevangenisstraffen veelal tot meer recidieven leiden dan voor dezelfde feiten opgelegde werkstraffen. 13 ongelukken vormt een boeiende illustratie van de problemen die een ex-gedetineerde tegenkomt. Verplichte literatuur voor justitiële beleidsmakers. Maar eigenlijk wel bekend. Ontslagen uit detentie, maar beladen met schulden, zonder zicht op regulier werk. En niet gestoord, gestoord gebleven. En met als enige bekende haven het milieu dat veelal mede bijdroeg aan het plegen van misdrijven. De afgelopen jaren wordt meer gedaan aan het bevorderen van een meer kansrijke terugkeer in de samenleving. Inmiddels mag binnen penitentiaire inrichtingen wel behandeld worden. Maar daarbij wordt in het strafrechtelijk kader nog maar zeer gebrekkig gebruik gemaakt van de kennis binnen de forensische psychologie. En worden volop plannen gemaakt, maar zonder dat duidelijkheid bestaat over het te bereiken effect. Kwakzalverij dus. Ik noem het liever een rituele dans. Ten slotte, het strafrecht verschaft de overheid een bevoegdheid om de burger haar wil op te leggen. En ook in een democratie is het dan zo dat een optimaal gebruik van de aanwezige kennis en kunde daar legitimiteit en humaniteit aan verleent. Dat is dus een gewone voorwaarde. Opdat het zo goed mogelijk aan zijn doel beantwoordt. En niet gebaseerd is op populisme of politiek opportunisme of een beroep op moraliteit. Of vooral op gewoonte en traditie. Als rituele dans. Dat was het. Gaat zitten. Gaat u zitten, meneer Molenkamp. Ik had eigenlijk meteen even een persoonlijke vraag. Want hoe was het dan voor u om 30 jaar werkzaam te zijn in een rituele dans? Ja, heel boeiend. Maar heeft u zich daar ooit bezwaard over gevoeld om in die dans mee te moeten dansen? Ja, in zekere zin wel. Hè? Maar kijk, het is in ieder geval al sowieso heel erg interessant. Je komt in een hele typische wereld terecht. Mijn studie was politieke wetenschappen en sociale wetenschappen en gericht op massacommunicatie en massapsychologie. En het is heel interessant hoe het personeel werkt. Hè. Die hebben allemaal vaste gewoonten en dat is in de ene gevangenis weer anders dan in de andere. En Den Haag ligt dan heel erg ver. En toen ik bijvoorbeeld in Breda begon te werken en een bepaalde opdracht gaf, toen zei het personeel, ja maar meneer Molenkamp, maar zo doen we dat hier niet. En ik dacht dat ik daarover ging. En om een ander voorbeeld te noemen hoe dat dan ging, je had in Breda in de koepel, voor de koepel had je een blauwe deur, dus als je de koepel in Breda binnenkwam, dan moest je door een blauwe deur. En het was zo van de directie, die was de baas voor de blauwe deur en het personeel was de baas achter de blauwe deur. En in mijn tijd, met mijn generatie directieleden, die hebben ook bevochten dat wij ook achter de blauwe deur de baas werden. En dat wij bepaalden hoe het toe ging. Dat soort dingen, dat is dus mateloos interessant. En daarmee kun je ook, in de positie die je dan hebt,
kun je een verbetering te werk stellen. Aan de andere kant is deze visie die ik heb over het strafrecht, die had ik al vrij snel nadat ik bij het gevangeniswezen was aangetreden. Het is een soort rituele dans. En juristen maken de dienst uit. Die hebben geen idee van sociale wetenschappen of van waarheidsvinding. Maar er zijn dus eigenlijk... je hebt de DJI bepaald, de gevangenisdirecteur bepaald tot een bepaalde, en het gevangenispersoneel bepaald. Dus eigenlijk drie vormen van beleid, daar heeft de gevangene mee te maken. Ja. Nou, de gevangene die heeft... Ik denk dat een gevangene dat niet zo uit elkaar zal halen, hè, van het personeel bepaald en de directeur bepaald. Heb jij dat, Rijn? Kon jij dat uit elkaar halen? Of, Nee, in het begin, toen ik erin zat, niet. Nee. Pas na je tijd. Oké. Okay. Dus je wist niet, je had niet meteen door van, nou, ik moet eigenlijk, als ik zorg dat ik bij die directeur, want dat ik voor alle mensen die het boek nog niet hebben gelezen, maar de dingen die Rijn in de gevangenis meemaakt, die zijn vrij traumatisch, maar die zijn ook vrij gewelddadig. En ik vroeg me af, meneer Molenkamp, vond u dat herkenbaar? Dacht u van, oh ja, dat ken ik ook nog wel van mijn tijd. Ja. En nou, ik heb dat boek gelezen en ik zie dan hoe bepaalde voorvallen en dan denk ik, ja. Wat er dan aan Rijn gebeurt, dat hij ergens geen toestemming voor krijgt, dat vind ik zelf tamelijk onbegrijpelijk. Omdat waar het om ging, daar was gewoon een regeling voor. Rijn wordt dan kapoos. En die komt uiteindelijk op het veiligheidsbed terecht. En toen ik bijvoorbeeld begon te werken in Vught. Dat was in oktober 1999. Toen gingen daar nog veel gedetineerden op het veiligheidsbed, omdat ze onhanteerbaar waren, om dat zomaar eens te noemen. En dat heb ik gelijk afgeschaft. Maar er was de heilige overtuiging daar dat dat zo moest, dat het dan niet anders kon. Terwijl de inlichting waar ik vandaan kwam, dat was dan in Breda, daar hadden we geen veiligheidsbed. Maar het ligt die was dus altijd in reparatie, geloof ik. Die was altijd in reparatie. Dus die was in reparatie, toen ik daar kwam was in reparatie. En ik heb één situatie meegemaakt dat de gedetineerde bezig was zichzelf te vernielen. En dat toen hij veiligheidsbed toch wel handig was geweest. Dat heb ik toen heel anders opgelost. Maar het ligt er dus maar net aan waar je terecht kwam. En dan had je te maken met de grillen eigenlijk van die gevangenisdirecteur. Nou nee, het is de grillen van de gevangenis. Het is dan de traditie om het op zo'n manier te doen. En wat je dus ook ziet is dat er heel veel gevangenisdirecteuren zijn Die denken dat het ook zo moet. Hè? Dus voor mijn tijd kwamen gevangenisdirecteuren uit de administratie. Dus men ging bij het gevangeniswezen werken, met middelbare school. En dan werd men schrijver, zoals dat heette. En dan aan het eind van de carrière, dat was men zo'n 50, 55, dan werd men directeur. En men had heel weinig zoegen van wat er dan binnen die inrichting gebeurde. En eigenlijk maakte het personeel dat uit. Het was toen ik in Den Bosch werkte. En ik deed dat strafrapporten af. Zo'n gedetineerde moet dan komen. Er is een rapport over hem gemaakt en dan leg je hem een straf op. Dan ging de huismeester altijd achter de gedetineerde staan. De huismeester is de baas van de bewaking. Stond achter de gedetineerde en die stond mij te seinen wat voor straf ik moest opleggen. Maar ja, daar had hij iets verkeerd begrepen. Want ik vond dat ik dat moest doen. Hè? En als je het over strafopleggingen had, dan die inrichtingen. Die gelagen legt allemaal verschillende straffen op. Hè. Dus in de ene inrichting ging je, als je 3 maal hash had gebruikt, al 7 dagen in de strafcel. In de andere inrichtingen kreeg je 7 dagen op eigen cel. Oké. Even, er was hier een vraag in het publiek. Ja. In de tegenlichtuitzending komt, waar meneer Gerritsen uitgebreid aan bod komt, daar wordt ook gesproken over het Stanford Prison Experiment. Ja. Wat erover gaat hoe dichtbij machtsmisbruik eigenlijk is. Wat deed u eraan als gevangenisdirecteur om dat ontzettend grote effect, dus wat iedereen kan overkomen, om dat tegen te gaan? Ja. De enige manier om dat tegen te gaan, dat is dat je als gevangenisdirecteur weet wat er in je inrichting gebeurt. Dat betekent dat je regelmatig op de werkvloer bent. En dat je, dat je heel duidelijk bent in wat je normen zijn. Dus dat betekent ook als een personeelslid over de scheef gaat, dat je dat stevig aanpakt. Rijn? Ja, als ik daar nog aan toe mag voegen. Ik denk
toen ik erin zat, was het een ander verhaal, maar op een gegeven moment ben ik te ontdekken gekomen dat die zaken waarin de wetgever zichzelf niet aan de wet houdt, hè, en de wet overtreden wordt binnen de gevangenis, wat duidelijk een voorbeeld is van het Lucifer-effect, dat het iets is dat er heel sluipende wijze inkomt. Zonder dat de omgeving in de gaten heeft. En ik weet bijvoorbeeld van Bart ook dat het vaak de mening van een buitenstaander vraagt, van iemand die er vers inkomt, die de plotseling ziet. Zelfs het hoofd van het experiment moet een medestudent zeggen, hoor eens meneer, u gaat te ver met uw experiment. En dat, ik weet van Bart dat hij dat zelf ook wel een paar keer heeft meegemaakt. Dat hij dan als verse, met een verse blik erin komt en zegt van, jongens, ik weet niet wat er aan de hand is geweest, maar dit gaan we nu stoppen. Ja. Ik had nog een andere vraag, want meneer Molenkamp zei van eigenlijk de detentie zelf is niet traumatisch. Het zijn meer incidenten als gepest worden door medegevangenen of specifieke dingen die er gebeuren. Ja. Dus onderzoek, dus wel Amerikaans onderzoek over long-term. Ik wil even weten hoe Rijn dat had ervaren, of jij dat ook zo ziet. Of daardoor die detentieschade ontstaat, bedoel je? Ja, of dat zo'n detentie zelf nou niet traumatisch is. Ja, de detentie, geen enkele gevangenis in Nederland is hetzelfde. En het ligt wel helemaal aan waar je terechtkomt. Maar de vrijheidsbeneming? Nou, het ligt er ook aan hoe je daar terechtkomt. Ik bedoel, ik zat in de gevangenis in de tijd dat ik een psychose had. Voor mij was de erge detentie, was op een gegeven moment toen ik weer een keertje terug de gevangenis in moest, toen ik alweer normaal was. En dan werkt de detentie heel anders uit. Het is maar net wat voor omstandigheden, wat voor een gevangenis. Je kunt in een verschrikkelijk beroerde gevangenis terechtkomen en een goede PIW eraan treffen en die maakt het leven draaglijk. Ja, want u zei nog iets interessants wat hier wel aan linkt. U zei dat eigenlijk het merendeel van de gevangenen heeft een psychische stoornis. Ja. En toen dacht ik van, tenminste mijn eerste gedachte was, maar dat zijn dan krijg je toch TBS. Nee, je krijgt TBS als het feit waarvoor je veroordeeld bent duidelijk met je psychische stoornis te samenhangt en ook wat aan te doen is. Hè? Want als er niets aan te doen is, ja, dan kom je vaak tijdens de TBS achter, maar dan krijg je vaak gewoon een hele lange straf. Maar inderdaad blijkt uit onderzoek dat 2/3 van de gedetineerden behoorlijk gestoord is en weer 1/3 daarvan ernstig gestoord. Ja, dat is zo. Maar wat opvallend is in zo'n penitentiaire inrichting, dat het over het algemeen wel goed gaat. He, dus dat functioneert men vrij normaal. En als het dan echt niet meer kan, dan wordt men wel overgeplaatst naar een psychiatrische inrichting. Maar het gebeurt heel weinig. Maar een detentie geeft ook heel veel rust en regelmaat. He, dus met andere woorden, dan zie je niet zo erg dat men zich abnormaal gedraagt. En de trigger om daar wat aan te doen in detentie, bijvoorbeeld speciale regimes, dat is dan als men opvalt door abnormaal gedrag. Maar meestal gaat het wel goed tijdens de detentie. Maar dan komt men weer buiten en dan ontplooit zich die gestoordheid weer. Nou, dat lijkt me eigenlijk meteen een mooie brug naar Peter Faber. Want jij moet deze mensen met een psychische stoornis voorbereiden op hun vrijkomst. Nee, geen. Ik hoorde hem zelf. Peter? Wat heeft een acteur in de gevangenis te zoeken? Een acteur is nep, een acteur is flauwekul. Een acteur is versiering, een acteur is gebakken lucht. Een acteur die niet betrokken is bij wat hij doet, die is nep. Zulke gevangenisbewaarder nep is als hij niet betrokken is bij wat hij doet. Elke relatie is nep als je niet betrokken bent bij degene die je bent. Ja, maar een acteur die speelt een rol. Die is niet zichzelf. Die is een ander. Faber, je bent een ander. Nee, ik blijf mijn hele leven Peter Faber. Deze stem, dit lijf, deze domheid of kwaliteiten, intelligentie, passie, geef ik aan de handelingen en de woorden die horen bij mijn verhaal. Zo verander je in het echte leven ook niet in een cipier, of in een advocaat, of in een therapeut, of in een leraar, of in een student, of in een gevangenisbewaarder. Je blijft je hele leven wie je bent.
Je geeft dan je passie, je know-how, je kennis, je kunde en de handeling die horen bij je werksituatie, bij wie je bent. En wie ben je? Nou, vergelijk het met autorijden. Als je auto rijdt, ben je niet de auto, je bent de bestuurder. Als de auto hapert, haper jij niet de auto hapert. Je kunt zeggen, moet ik uitstappen, moet ik voorrang geven, moet ik doorsmeren, moet ik de motor laten afkoelen. Je bent de bestuurder. Zoals dit lijf, dat is je voertuig. En jij bent de bestuurder en jij zit erin. Je hele leven lang. Blijf je het jongetje, het meisje wat je was, tot je eerste kreet, tot je laatste zucht. Dat is een beetje achtergrond voor mij. Een voorgeschiedenis. Op mijn 16e hoorde ik de historische woorden. Faber, je komt uit Amsterdam-Noord. Uit Amsterdam-Noord is nooit iets goeds vandaan gekomen. Faber, je bent niks, je kan niks, je wordt niet. Weet je wat jij bent, Faber, je bent een proleet, je bent een pauper. Dus ik dacht, ik heb genoeg geleerd. En ik liep weg van school. En ik kwam bij iemand, een vertrouwenspersoon, was de kapper. Wat tegenwoordig de kinderbescherming is, of de kindertelefoon, was in mijn tijd de kapper. Die wist alles van mijn verleden, contacten met de politie, scheiding van mijn ouders, enzovoort, enzovoort. En ik vertelde hem dat ik wilde gaan varen, ik wilde me verstoppen op een schip, weg vanaf het NSM, de wijde wereld in. En die kapper met zijn vlijtige schaartjes zei, nee Peter, dat moet je niet doen, ik heb een beter idee voor je. En hij knipt een advertentie uit een streekblaadje en hij zegt, dit moet jij doen. En ik las de advertentie, spelers gevraagd voor het openluchttheater, voor de midzomernachtdroom van Shakespeare. Ik dacht, die man is knettergek geworden. Als op school toneel werd gespeeld, ik zei, broeder, mag ik meedoen een toneelstukje? Mocht de boekjes klaarleggen en verder mijn bek houden. Alleen de kinderen met de witte gezichten, de watjes, die mochten aan het toneel mee te doen. De jongens die nooit op straat speelden. En toch ging ik naar die auditie toe, maar heel simpele reden, er waren de meisjes. Denk je, goh, is het meisje zo bijzonder? Meisje 16 is het meisje wel bijzonder. Het zag er heel gezellig uit altijd. Voordat wij gezorgd hadden dat de kantine leeggeroofd was, of de lampen tijdens de voorstelling uitvielen. Had ik toch gezien, het was er heel gezellig, heel leuk. Ik deed auditie, ik werd aangenomen. En op mijn 16e stond ik in plat Amsterdam Shakespeare te spelen. Wat is een mens? Wat is een mens als de voornaamste handelswaar van zijn leven slapen en eten is, een beest, meer niet? Want de schepper die hem zo'n denkkracht gaf om vooruit en terug te zien, heeft dat vermogen, die goddelijke reden niet toebedeeld, omdat het ongebruikt in ons verschimmelen zou, Shakespeare. En mijn opvoeding begon. Een acteur moet elke keer opnieuw uit de kleedkamer in actie komen. En de ene dag speel je een koning, de andere dag een gebochelde, of een gorilla, of een wandelende tak. Maar de speler blijft vrij. Hij kiest hoe hij omgaat met zijn voertuig. 50 jaar later sta ik in hetzelfde zaaltje in Amsterdam-Noord, waar ik auditie op mijn 16e deed. De musical De Man van La Mancha te repeteren over Don Quixote. En ik stond er te zingen, ik ben ik, Don Quixote, de heer van La Mancha, ga daar waar de zegehaam kraait. En de wind van het fortuin neemt mij onder haar vleugels. Komt er een wijkagent binnenlopen, midden in mijn liedje. Hij zegt, wil je even spreken? Ik zeg, ik ben aan het zingen. Oh, noem je dat zingen? Ik zeg, ja, ik ben aan het zingen. En die man zit hier op de hoek ook, dat is Gerard Schwartz trouwens. Wijkagent, die komt binnen. En die zegt, Faber, ik een beetje uitgesteld hoe jij was tot je 16e, daar deugde niet veel van. Je hebt een switch in je leven gemaakt. Ik heb met de buurtjongeren hier veel contact vanuit mijn gezag. Heb jij zin om te kijken of je iets voor ze kan betekenen? Ik ben in zijn auto meegegaan en ben s'nachts rondgereden. Die jongens ontmoet en werd herkend. Hey Peter Farmer, vader van zussen de rat. Schatjes, mam is boos. Ik ga een workshopje geven. Lang vooral kort te maken, we hebben de stichting opgericht. De Peter Faber Stichting. En het motto van de Peter Faber Stichting is eigenlijk, iedereen ongeacht achterstand en beperking de switch laten maken van passief naar actief in het leven staan. Oftewel destructieve energie omzetten in creatieve energie. Dezelfde energie die je nodig hebt om jezelf te vernielen of je omgeving te vernielen. Dezelfde energie die je nodig hebt om jezelf heel te maken of je omgeving heel te maken. Dus 3 jaar geleden zijn we begonnen en nu elke maandagavond werken we in Amsterdam-Noord. Er zijn vaste kern ontstaan van 14 jongens die uit het putje zijn. Uit het putje bedoel ik mee dat ze niet meteen terugvallen in al die onzin. En we hebben een film gemaakt, Hang of Leven. Je hangt als je vastzit in je strafblad. Je hangt als je vastzit in je verleden, je slechte opvoeding of je slechte gewoontes. En je leeft als je in actie komt met jouw middelen, wat het ook zijn. En een raptour, de zwervende dichters. Het vervolg ervan was dat ik ontdekte, oh god, die gasten die hebben allemaal gaten dat geslagen zijn voor hun 12e.
ben ik op de lagere school begonnen voor alle 8e groepers, 12-jarigen, een kampioenspaspoort te brengen. Dat wat je ook doet of laat, of je nou gezakt voor je toets of test, of je ouders wel of niet van je houden, je bent kampioen. En hoe blijf je kampioen? Conditietraining om ze geven, dat je op tijd nee kan zeggen, op ja kan zeggen, of ik durf het, of ik kan het, ik wil het, ik doe het nu. Dat soort dingen, maar ik krijg op het eind een kampioenspaspoort. Toen ontdekte ik opeens dat in Amerika een man was die deed leaving prison before you get out. Leaving prison before you get out. En dat sprak me heel erg aan. En toen heb ik Henk Dillerhof van Heer Uwe Waard in de gevangenis gebeld. Kan ik daar met jullie mensen die daar zin hebben werken? Alleen noem me niet toneel, want dat is voor homo's, voor mietjes. Want dan kan u de jongens zich niet meer vertonen als ze het toneel gaan doen. En dat heb ik een half jaar gedaan. En nu is de volgende stap dat we met mijn zoon, die filmt alles, dat doen we ook met die jongeren, alles wat we doen wordt gefilmd. Zeggen, niet eens voor de buitenwereld, maar voor iedereen die iets doet, die krijgt een film waar hij zelf op staat, ziet hij zichzelf wat hij gedaan heeft, is een erfenis, een feit dat hij wat gedaan heeft. Dat is een, betekent heel veel voor ze. En nu gaan we een project doen uit de baaiers terwijl je er nog in zit. En meestal als ik daar optreed voor die mensen, dan begin ik met te zeggen, iedereen die hier zit is onschuldig. Hoi. Alleen wat je gedaan hebt is gruwelijk en misschien zit je hele leven wel vast. En of je gaat erbij als een plant, of je kijkt of je andere mogelijkheden hebt. Je lijf is onschuldig, de daad is afschuwelijk, maar de dader heeft mogelijk te kiezen hoe hij anders omgaat met zijn voertuig. Dat is een beetje de ingang. En nu gaan we een project doen in Heer Uwe Waard. Eerst 3 weken met de bewaarders. Want die moeten 3 keer over zichzelf heen springen om te accepteren dat als jij met die jongeren werkt, of met die mensen werkt, die worden helemaal uitgelaten, krijgen energie. En jij moet ze weer achter de deur zetten. Dus het is heel moeilijk. Dus eerst 3 weken met die gasten, met de bewaarders. En dan 3 weken met een selectie van mensen. En al het materiaal wat we gebruiken om een soort film te maken, is een beetje geïnspireerd op dat de gebroeders Taviani in Italië de film gemaakt hebben, Caesar Must Die, een verhaal van Shakespeare, Julius Caesar. Er zitten vooral mannenrollen in, dat is heel handig. En hebben gebroeders Taviani gemaakt in Italië. En die film heeft ook een gouden leeuw gewonnen. Gouden beer in Berlijn. En dat doorspekken we met al het materiaal wat we krijgen vanuit de interviews. Of een verhaal wat ze moeten schrijven in 5 minuten. Of dat waar ze het meeste de pest in hebben. Wat ze het leukste vinden, wat ze afschuwelijkst vinden. Waar ze het bangst voor zijn. Waar ze het geils van worden. Waar ze het stilst van worden. Waar ze het meest enzovoort. En ik werk eigenlijk, werken we net zoals met die jongens, niet om ze te verbeteren, maar om ze gewoon de switch te maken van passief naar actief. En dan vooral actief met iets wat te maken heeft met je eigen wens, met je gevoel van eigenheid, je gevoel van eigenwaarde. Zonder eigenheid, zonder eigenwaarde, is het allemaal bullshit wat je over je heen krijgt, kunnen ze allemaal verwoorden en er gebeurt er geen reet. Dus probeer die eigenheid, die eigenwaarde wakker te maken, dat ze iets doen wat van hunzelf is. En dat daar een verhaal van te maken, een eigenheid mee te maken. Geen betere mensen, maar beter omgaan met je mogelijkheden. Zodat je niet het stigma houdt, ik ben schuldig, ik ben een misdadiger, moet ik allemaal begrijpen, moet ik voor boete doen. En blijf er dan vastgeplakt en dan kom je buiten en heb je nog steeds op je tom-tom die tralies staan. Dus dat probeer ik te voorkomen. Dat is de situatie hoe ik dit moment bezig ben. En vaak eindig ik met een verhaal over hoe je de switch kan maken, met destructief naar creatief. Dat was een samurai. En die werd bodyguard van een rijke koopman. Alleen die koopman had een prachtige vrouw. Hij wordt verliefd op die prachtige vrouw. En op een avond. En ook zij. Komt die man van haar binnen. Die pakt zijn zwaard. Die samurai pakt zijn zwaard. En die man is dood. En die samurai die vlucht en die verhuurt zichzelf als huurling. Voor wie het meeste betaalt, slacht die, moord die. Jaar in jaar. Tot na jaren zit hij in een bergdorp te eten. In een bergdorp zit hij te eten en hoort het gesprek van de dorpelingen. Hoor elk jaar mensen van de berg in het ravijn vallen. Omdat het pad te smal is en de mist te dicht. En hij denkt, na al dat bloedvergieten zou ik toch iets nuttigs moeten kunnen doen. En hij besluit een tunnel voor die mensen te graven. De volgende dag begint hij. Met blote handen.
Dat ging, dat gaat. Tot na een paar jaar. De punt van een zwaard in zijn nek. Hij draait zich om. Zet dus over de man die vermoord heb achter hem. Ja, ik heb je heel lang gezocht. Moordenaar van mijn vader. Maar nu gaat je kop eraf. Ja. Die samurai, de moeder van zijn vader, zegt. Je mag mijn hoofd hebben. Maar laat me eerst die tunnel afmaken. Ik zal niet weglopen. En die zoon zegt. Ja. Waar jij loopt, loop ik. Waar je eet, eet ik. Waar je slaapt, slaap ik. En waar je werkt, kijk ik. En hij kijkt, dag in dag uit. En hij ziet hoe de moeder van zijn vader dag in dag uit werkt aan die tunnel. En na een half jaar betrapt hij zichzelf erop dat hij ontzag krijgt voor de vasthoudendheid, het doorzettingsvermogen, de inzet voor de man die de moeder van zijn vader is. En op een dag, hij kan het niet laten. Hij gaat zij en zij met de moordenaar van zijn vader werken. Zij en zij werken, de moordenaar en de zoon van de moordenaar. En na 2 jaar, zoja, licht. Tunnel is klaar. En de samurai zegt, nu mag je mijn hoofd hebben, beloofd is beloofd. En de zoon zegt, zoja. Hoe kan ik het hoofd nemen van de man die mij geleerd heeft hoe je haat omzet in creativiteit, hoe je destructieve kracht omzet in menslievendheid. U bent mijn leraar, dank u wel voor de les. Nou, dat is een mooi voorbeeld hoe je de switch kan maken van destructief naar creatief. Ja, Peter. U mag straks een vraag stellen, maar we gaan eigenlijk meteen door naar Karel van Duivenbode, die ons gaat uitleggen hoe je, ook al heb je al die superpower van Peter, waar je dan alsnog allemaal tegenaan loopt. Dus als je naar het katheder zou gaan. Ik heb bijna het gevoel dat ik ook in het Japans door moet gaan, hè? Hayataya! Ik ben aangekondigd als projectleider nazorg. Nou, dat klopt een beetje, maar dat ben ik tegenwoordig niet meer. Ik ben nu manager van een veiligheidshuis in de regio Utrecht. Maar Meerte zei al, dat moet je helemaal gaan uitleggen wat een veiligheidshuis is. Dus dat gaan we vanavond niet doen. Mensen die dat niet weten, komen dat straks maar vragen. Tot 2010 ben ik 5 jaar lang projectleider nazorg geweest bij het ministerie van Justitie, was het toen nog. Tegenwoordig heet het ook Veiligheid en Justitie. Dus ik ben 5 jaar Rijksambtenaar geweest, maar dat gaat best wel weer goed nou. En hoe kwam ik daar nou terecht? Eigenlijk was ik daarvoor werkzaam in Utrecht, in de praktijk gewoon, in de gemeente, allerlei projecten gedaan. En toen heb ik nog een tijdje onderzoek gedaan bij het Trimbos Instituut. En toen belde de meneer van het ministerie, meneer Van der Linden. En die zei, ja, we hebben nu tegenwoordig bij justitie, bij het gevangeniswezen, hebben we allemaal evidence-based programma's. Dat zijn programma's die zijn overkomen waaien uit Canada en het Verenigd Koninkrijk. Want waar we voorheen altijd dachten dat het allemaal niks uithaalde, wat je ook deed in die straf, hebben we nu iets ontdekt. Nee, als je selectief en op een goede manier iets met die gedetineerden doet, nou, dan gaat er nog eens wat veranderen. Dan gaan ze ineens zo'n switch maken. En er werden al Japanners ingevlogen om dat ook in die inrichting een beetje vorm te geven. Dus er waren allerlei evidence-based programma's. Ze hadden een heel mooie diagnostiek methodiek bedacht. En ze hadden interventieprogramma's bedacht. Cognitieve vaardigheidstrainingen. Nou, noem maar op, het klonk allemaal prachtig. Maar toen belde hij mij op en zei, ja, we hebben alles in het gevangeniswezen wel een beetje opgetuigd. Maar we zijn eigenlijk vergeten hoe het dan daarna moet, als ze er dan uitgaan. Nou, als je dan nog weet dat 80% van de gedetineerden korter dan 6 maanden vastzit, dan is het natuurlijk een beetje dom om allerlei zaken op te tuigen en dan te vergeten iets te regelen voor als je er dan uitkomt. Hoe gaat het dan verder? Dus hij had gehoord dat ik wel een beetje in die gemeente had gerommeld zo. En hij zei, kun jij niet iets doen met nazorg voor die ex-gedetineerden?
Nou, ik vond het altijd al belabberd geregeld in die gemeente. En ik vond het ook belabberd geregeld in het gevangeniswezen. Dus ik dacht, misschien kan ik een bescheiden bijdrage leveren. Dus toen ben ik 5 jaar lang projectleider nazorg geworden bij de dienst justitiële inrichtingen. En toen ik daar kwam, toen kwam ik er eerst achter dat voor de doelgroep waar al die mooie programma's binnen het gevangeniswezen waren voor ontwikkeld, dat was eigenlijk maar een heel klein deel van alle gedetineerden. Want dan moest je aan allerlei criteria voldoen. Je moest een strafrestant hebben. Ja, dat klinkt een beetje technisch, van minimaal 3 maanden. Want anders hadden ze niet de tijd om al dat mooiste met je te gaan doen. En toen ben ik ze een beetje uit gaan zoeken. Toen bleek er inderdaad dat ongeveer 80% van de gedetineerden helemaal niet zo lang in detentie zat. 80% van de gedetineerden zit korter dan 6 maanden en is er dan weer uit. Komen in dat jaar dan nog wel eens een paar keer terug soms. Maar die kwamen dus helemaal niet in aanmerking voor die programma's. Dus ik zei, ja, beste meneer Van der Linden, ik kan wel voor die 20% kunnen we wel allerlei afspraken met gemeenten gaan maken. Maar dan mis je er nog 80%. Dus dat zal niet zoveel gaan uithalen als je het wilt doen om de recidive terug te dringen. Dus toen hebben we uiteindelijk besloten om dat programma nazorg niet alleen maar voor die 20% die dan wat langer in detentie was te organiseren, maar eigenlijk gewoon voor alle gedetineerden. En toen zei ik, ja, als je het dan voor allemaal wil doen, ik heb toevallig net van de week kreeg ik de uitstroomcijfers, heet dat tegenwoordig. Dus in 2012 bijvoorbeeld zijn er in Nederland totaal 34.063 gedetineerden uit een penitentiaire inrichting teruggegaan naar de gemeente. Vaak de gemeente van herkomst, want daar ga je dan toch meestal wel weer terug. Want daar ken je dan misschien nog wat mensen. Dus dat is best veel bij elkaar. En als je dat dan alleen maar voor die 20% doet, ja, dan lost dat natuurlijk nog niet zoveel op. Toen zei ik, maar als je het nou voor zoveel mensen wil doen, dan moet je daar niet allerlei hele ingewikkelde trajecten van gaan maken met zware begeleidingen. Laten we nou eerst zorgen dat we voor al die gedetineerden die vrijkomen in ieder geval een aantal basisvoorwaarden hebben geregeld. Want wat wil je nou het eerst hebben als je naar buiten komt? Ik neem aan dat je dan eerst het dak boven je hoofd wil hebben. Dat je eigenlijk iets van inkomen wil hebben. Wij zeiden, ja, als je iets van inkomen of een dak boven je hoofd hebt, moet je ook een identiteitsbewijs hebben tegenwoordig. Want zonder identiteitsbewijs kreeg je nergens iets. Dus dat was speerpunt 3. En als iemand in zorg zit, is het belangrijk dat die zorg netjes wordt voortgezet na detentie. En ten vijfde kwamen we erachter dat heel veel van die gedetineerden eigenlijk hele forse schuldenproblematiek had. Dus toen zeiden we, ja, als je daar niks aan doet, dan schiet het natuurlijk nog allemaal niet op als je buiten komt. Dus ik ben toen met allerlei gemeenten gaan praten. En toen zei ik, ja, we willen eigenlijk graag vanuit het gevangeniswezen wat meer samenwerken. Want terecht is het thema van deze avond, de straf begint pas als je buiten komt. Nou, dat heeft natuurlijk niet alleen met het gevangeniswezen te maken. Dat heeft ook te maken met de ontvangst buiten, als je dan uiteindelijk weer vrijkomt. En die samenleving is eigenlijk helemaal niet zo blij dat die mensen allemaal weer naar buiten komen. Er staan geen ontvangstcomité's als iemand uit detentie komt. En als je je bij een sociale dienst aanmeldt, dan denken ze, och, dat is een ex-gedetineerde, dat is heel moeilijk bemiddelbaar. Nou meneer, komt u over 6 weken maar terug, dan moet u deze formulieren allemaal invullen. En een hele stapel krijg je mee. En zo'n gedetineerde die moet 6 weken wachten voordat zijn uitkering geregeld is. Nou, als we dat niet een beetje gingen veranderen, dan weet je dat het al heel snel weer mis kan gaan. Want wat moet je doen als je 6 weken moet wachten op een uitkering en je hebt verder ook geen inkomen? Of als je buiten komt en je hebt geen enkel dak boven je hoofd, omdat er totaal niet rekening mee is gehouden dat jij weer naar buiten komt. Dus die gemeenten zeiden van ja, dat is allemaal wel belangrijk, maar wel ingewikkeld. En bovendien, het begint eigenlijk met 1 groot probleem. Wij weten überhaupt helemaal niet wie er uit onze gemeente nou in zo'n detentieinstelling zit. Die mensen verdwijnen wel ineens uit het straatbeeld en worden door de politie opgepakt. En dan verdwijnen ze voor ons in een groot zwart gat. En op enig moment staan ze weer buiten, maar wij weten ook totaal niet wanneer dat is. En we weten ook niet hoe ze naar buiten komen of wat er in de tussentijd misschien nog is gebeurd. Dus toen hebben we gezegd, nou, laten we nou eens om te beginnen elkaar wat beter gaan informeren over wie er uit uw gemeente bij ons binnenkomt en wanneer die mensen dan weer terugkomen bij uw gemeente. Dus de eerste stap was om binnen het gevangeniswezen een aantal mensen aan te stellen die dat netjes gingen communiceren met de gemeente van herkomst. Dat heet de medewerker maatschappelijke dienstverlening. En die medewerkers maatschappelijke dienstverlening kregen een bepaald systeem waarmee ze de gemeente van herkomst in gingen lichten. Die meneer uit uw gemeente, die is misschien ineens uit het straatbeeld verdwenen, maar die zit nu bij ons. En we hebben gevraagd of hij een identiteitsbewijs heeft, hoe het met zijn inkomen zit, of hij eigenlijk onderdak heeft. En we willen graag van u ook nog een beetje weten hoe dat nou bij u allemaal geregeld was. En we weten intussen ook dat hij over 2 maanden weer vrijkomt. En we willen graag met u ervoor zorgen dat die basisvoorwaarden in ieder geval geregeld zijn. Zo is er een systeem opgebouwd
waarbij binnen het gevangeniswezen een aantal mensen dit soort zaken in kaart gingen brengen. Contactopname met die gemeente van herkomst. Overlegde met de gedetineerde over zijn situatie. En vervolgens met die gemeente van herkomst in onderhandeling gingen. Om een aantal praktische, gewoon praktische basisvoorwaarden te gaan regelen. Als die meneer geen onderdak heeft, hoe kunnen we ervoor zorgen dat hij straks wel heeft? Als die meneer geen identiteitsbewijs heeft, hoe kunnen we nou tijdens die tijd dat hij toch hier zit, hoe kunnen we die gebruiken om dat in ieder geval te regelen? Dat wil niet zeggen dat het daarmee allemaal goed gaat als die buiten komt, maar als we die basisvoorwaarden niet regelen, dan kun je eigenlijk de rest ook pas schudden. Want dan kun je hele mooie begeleidingstrajecten opzetten, maar dan valt het eigenlijk niet doordat gewoon die basiszaken niet geregeld zijn. Dus dat hele project was er eigenlijk op gericht om in samenwerking tussen gevangeniswezen en gemeenten, in ieder geval, en de gedetineerden zelf, in ieder geval die basisvoorwaarden met elkaar te gaan realiseren. Nou, is dat gelukt? Nee, dat is niet gelukt. Dat is voor een deel gelukt, want die informatieuitwisseling is er wel. Dus gemeenten weten tegenwoordig wel wie er binnenkomt en wanneer ze weer naar buiten komen. Bij een aantal gemeenten hebben ze gezegd van oké, we gaan er serieus werk van maken. En is de sociale dienst inderdaad bereid om tijdens die detentie al naar binnen te komen, om al die papieren in orde te maken en ervoor te zorgen dat je geen 6 weken hoeft te wachten als je buiten komt voordat die uitkering geregeld is of voordat er bemiddeld kan worden naar arbeid. Bij een aantal gemeenten is er wel degelijk de dienst burgerzaken bereid om tijdens die detentie gewoon naar binnen te komen en met die gedetineerden een nieuw identiteitsbewijs te regelen. Maar bij heel veel gemeenten is dat nog niet aan de orde. En wat we nu ook zien is dat met de bezuinigingen bij gemeentelijke diensten, eigenlijk die gemeentelijke diensten zich allemaal weer een beetje gaan terugtrekken. Ik blijf er nog steeds bij dat als we dit niet op een of andere manier goed regelen, dat we daarnaast allerlei mooie begeleidingstrajecten kunnen doen. Mooie reïntegratietrajecten. Maar volgens mij moeten we in ieder geval in staat kunnen zijn om tussen gemeente en gevangeniswezen gewoon die normale basiszaken waar iedereen behoefte aan heeft, om dat met elkaar te regelen. Daar was dat project nazorg voor bedoeld, nazorg ex-gedetineerden. Het bestaat nog steeds, er gebeuren nog dingen in, maar ik zie nu al terugtrekkende bewegingen, zowel bij het gevangeniswezen, waar ook bezuinigd moet worden, waarvan ze dus denken, nou, iemand die maar 2 weken zit, hup, dan gaan we, die slaan we over. Als bij gemeenten, waarbij een sociale dienst denkt, ja, ik word vooral afgerekend op het feit om zo min mogelijk mensen in de uitkering te krijgen. Als zo'n ex-gedetineerde zich meldt, nou, dan moeten we niet te snel toehappen, want dan haakt hij vanzelf wel weer af. Dus dat scheelt ons weer een lastige klant. Of een woningbouwvereniging die denkt van ja, als ik een ex-gedetineerde moet gaan huisvesten, dan kost me dat straks weer allemaal gedoe. Dus die haken af. Nou, als we dit met elkaar niet goed weten te regelen, dan kunnen we begeleiden en zorgen wat we willen. Maar dan valt het denk ik in een groot zwart gat. Hier wou ik maar even bij laten. Rijn, ik wil eigenlijk aan jou vragen. Denk je dat als jij een Peter en een Karel was tegengekomen, dat je dan je boeken niet had hoeven schrijven? Van... Als ik Karel eerder was tegengekomen? Nou, en Peter. Een heel ander boek geschreven. Oeh, ja, verschil ik mooi. Nee, kijk, wat ik opvallend vond bij justitie is dat justitie valt eigenlijk, veiligheid en justitie neem ik niet kwalijk, eigenlijk in 2 groepen uiteen. Je hebt een groep mensen, de inhoudelijke, die echt betrokken zijn bij de materie, die kennis van zaken hebben, die een beetje gezond verstand gebruiken en die de zaak op het rechtspoor willen zetten. Helaas maakt dat een minderheid uit bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. De overgrote meerderheid wordt uitgemaakt door managers. Ik heb dat op een gegeven moment, heb ik dat ook in het boek beschreven, van een beetje moderne gevangenisdirecteur. Is een manager die van het ene baantje naar het andere baantje hopt. Hij doet aan outsourcing, hij doet aan human resource management en hij doet aan speed dating. Het is een gewaagde vraag, maar zit er een manager in de zaal en durft hij hierop te reageren? Of is er zitten geen, die komen niet naar dit soort avonden. Het probleem is dus als je dat hebt en je verliest contact met wat er werkelijk gebeurt in de gevangenis en wat er werkelijk gebeurt met de overgang van gevangenis naar maatschappij. En je verliest die band, vererger je het probleem alleen maar. Nederland zit al bijna 40 jaar lang, 50 jaar lang op een recidivecijfer van 70%. Ongeacht de kapitaal die het kost om dat cijfer naar beneden te dringen. En dat levert voor de maatschappij een enorme last op. Ja, Peter, ik had een vraag aan jou. Want als jij
van passieve mensen actieve mensen maakt. Maar die actieve mensen komen vervolgens in een maatschappij waar dus de dingen niet goed geregeld zijn. Denk je dat het dan wel heeft uitgemaakt? Dat iemand een andere houding heeft? Alles hangt met uit. Zo mijn leven bestaat ook. Alles wat ik ontmoet, dit gesprek, is van betekenis voor wat ik ga doen of denken. En beïnvloedt weer wat ik al dacht. En bij die gasten ook. Of ik krijg een kaartje uit Brazilië, als ze vrij zijn. Sommigen. Bij die jongens waar ik mee werk, dat is een verschil. Die zijn een paar, die moeten weer of in de gevangenis komen terug. Maar je hebt een aantal, het clubje van 14 is een club van, uit die emmer van 65 gasten die komen en gaan. Die, dat je ontdekt er komen persoonlijke dingen uit tevoorschijn. En in de gevangenis heb ik nog niet meegemaakt, de mensen waar ik mee gewerkt dat ze vrij zijn. Het waren lang gestraften. Maar wel dat ze het heel leuk vinden om te doen. Ook omdat het tamelijk ongewoon is wat ik doe met ze. Of ongewoon, eigenlijk heel gewoon. Dus vanuit gewoon slap ouwe hoeren dingen doen die interessant zijn. Iets onttrekken aan projectmatig werken. Het wordt niet projectmatig werk. Gewoon kijken of ze wakker worden voor eigen belang, voor iets. Karel, denk je dat het ook helpt om dit soort trainingen, om vervolgens je weg te vinden in al die praktische zaken die je moet regelen wanneer je vrijkomt? Eerst antwoord. Ja? Kijk, ik denk dat dit absoluut helpt. Zeker mensen die hun eigen kracht terugvinden en hun energie op een andere manier gaan aanwenden. Maar ik vind dat er dan ook aandacht moet zijn, juist voor die praktische zaken. Ook bij gedetineerden aanleren, hoe pak je dat nou aan? Hoe zorg je nou dat je inderdaad die uitkering goed geregeld krijgt of je weer aan het werk kan komen? Maar ik weet ook dat in de praktijk dat heel moeilijk is. Want als je buiten komt, dan staan ze niet op je te wachten. En ik vind het ook een verantwoordelijkheid van gemeenten om mensen weer welkom te heten op het moment dat ze terugkomen uit detentie. Want het blijven gewoon burgers die vanuit de gemeente een tijdje aan het logeren zijn geweest, maar weer terugkomen in die gemeente. En daar ontbreekt het wat mij betreft vaak aan. Maar dan even advocaat van de duivel. Ja? Waarom moet het allemaal maar geregeld worden voor die mensen? Iedereen regelt toch zijn eigen zaken zelf? Nou, dan mag je aan Rijn vragen. Ja, ik wil het ook wel zeggen, hoor. Rijn? Nou, bepaalde zaken zijn door gedetineerden zelf te regelen. En daarin moet hij ook die eigen verantwoordelijkheid nemen. Een gevangenis is juist een plaats waar je eigen verantwoordelijkheid wordt afgepakt. Die eigen verantwoordelijkheid moet je weer aanleren. Wat Peter zegt, het is daar ook denk ik een heel geschikt psychologisch trucje voor, om in ieder geval zo die houding aan te krijgen. Maar dan word je geconfronteerd met het feit dat in de maatschappij een hele hoop ongeschreven regels leven. Die staan niet in de wet. Het is zo gewoon ingeslopen dat zo gaan we met gedetineerden om. En bijvoorbeeld de moeilijkheid om een verzekering af te sluiten. Waar loop je wat krijg je te horen? Autoverzekeringen kun je wat schudden. En als je een autoverzekering krijgt, dan kost die 6 keer zoveel als voor een normale burger. Hetzelfde geldt voor inboedelverzekering. Hetzelfde geldt voor openen van een bankrekeningnummer. En ga zo maar door en ga zo maar door. Je komt op zwarte lijsten van verschillende winkeliersorganisaties. Wat ook nog eens een keertje een grote rol gaat meespelen. Ik heb dat in een boek heb ik dat het verschijnsel van sociaal dood zijn genoemd. Als je terugkomt in de maatschappij, ben je een tijdje sociaal dood. Voordat je weer de regels van de maatschappij weet en ook weet hoe je daar je weg in moet vinden. Maar ik ben het ook met je eens dat natuurlijk kunnen gedetineerden juist zelf ook leren om dat soort dingen weer op te pakken. Alleen het is ten eerste waar dat je allerlei extra belemmeringen hebt als je buiten komt, want je bent een ex-gedetineerde. Nou, daarbij is het zo dat een heleboel regelingen zo ingewikkeld zijn en er zijn een heleboel gedetineerden die weten niet precies hoe je dat, al die papieren moet invullen. Dan moet je tegenwoordig als je een uitkering aanvraagt, moet je 2 jaar rechten gestudeerd hebben, anders dan lukt het niet. Zo is het ook met huisvesting of met het vinden van werk. Het aanvragen van identiteitsbewijs, het lijkt allemaal heel simpel, maar daar zitten gewoon ook heel veel organisatorische en praktische barrières. Dus in die zin denk ik, daar mag je die mensen best wat meer welkom heten als ze terugkomen en wat meer openstaan om dat wel met ze te regelen. Maar ja, het ligt ook aan het hele systeem, want stel je voor dat iemand bijvoorbeeld iemand anders in elkaar slaat, die wordt dan opgepakt. Dan zou je zeggen, dat is dus het startmoment om aan resocialisatie te werken. Maar dan krijg je een advocaat, die gaat tegen die man zeggen, maar je moet het gewoon ontkennen, je was er helemaal niet. Hè? Dat houden we gewoon vol. Dat is tegenwoordig de stijl. Hè? Dat houdt al in dat het moeilijk is voor een officier van justitie om met iemand te overleggen wat je dan het beste kan doen. Terwijl het normaal zou zijn dat als er iets gebeurd is en men weet dat,
dat je dat gewoon toegeeft en dat je dan gaat kijken hoe kunnen we uit de situatie komen. He, want niemand wil steeds in de gevangenis zitten en volgens mij zijn er weinig mensen die het heel erg leuk vinden om te mishandelen. Want gedetineerden zijn eigenlijk ook allemaal zielig. He, dat is gewoon maar zo. Dan denk dus ik geen gelukkige als we het filmpje hebben teruggekeken, he, we kennen allemaal het filmpje laatst van de jongens in Eindhoven die vent in elkaar hebben getrapt. Dat wilden ze eigenlijk niet? Nee, maar dat zie je ook, want ze krijgen een advocaat. Die gaat zeggen, je moet niet uitgeleverd worden. Je moet het ook niet bekennen. Ze jongens ontkennen het. Die ouders steunen ze daarin. Hè, dat ze hier te horen tegen. Mijn dochter zit allebei in het onderwijs. Die worden gebeld door ouders. En u hoeft me niet te vertellen wat er op school gebeurt, want dat vertellen de kinderen zelf wel. Hè, dus het is allemaal erop gericht om niet zaken op te lossen, maar zaken in een formeel kader te plaatsen en de oplossing dus tegen te werken. He, terwijl je zou zeggen, je moet eigenlijk van het begin van het feit dat iemand opgepakt af, zou je er veel meer aan moeten werken. En dat zou ook een rol van de advocaten om te kijken, hoe kun je als iemand de straf erop heeft zitten of werkstraf krijgt, hoe kun je zorgen dat iemand in een betere positie terechtkomt. Maar iemand wordt in een nadelige positie geplaatst door de detentie. Je krijgt dus een teruggang. En dat geldt niet alleen voor de gedetineerden, want nu worden gedetineerden de tijd opgevoerd als één specifieke individu. Met een wereld die begint en eindigt met hem of haar. Maar de gedetineerde heeft vaak ook nog een familie. En die krijgt er een even grote klap van mee. Als je bijvoorbeeld kinderen hebt of een vrouw of noem maar op. Wat dat betreft, ik hoorde net dat er een aantal mensen van herstelbemiddeling in de zaal zitten. Ja, wat ik daar een mooi voorbeeld vind. Ik zie het in de stad niet zo gauw gebeuren, maar je ziet het platteland ziet het wel gebeuren. Bijvoorbeeld, onlangs is die moord op Marjan Vaatstra is opgelost. Wat gebeurde daar in het dorp in Friesland? Je ziet dat die mensen daar, hoe die mensen met de familie omgaan van degene die gruwelijke moord heeft gepleegd. Die mensen die spannen zich in om de last voor die mensen zo klein mogelijk te maken. Ik vind dat een fantastische vorm van een soort van energie wat er nog in de mensen zit. Die mensen zijn notabene bezig om dat bedrijf van die mensen draaiende te houden. Terwijl een man de moordenaar is. Ik vind het een fantastisch voorbeeld. Ik vind het ook een heel hoopgevend voorbeeld. Ja, ik ben benieuwd naar reacties uit de zaal. Wacht even. Ik vind het gewoon heel erg jammer dat het niet veel meer toegepast wordt. Dat er, ik hoor ook inderdaad heel veel over de individuele gedetineerden. Wat ik zie vanuit eigen kracht is dat er families en buren, vrienden, noem maar op, de sociale kring rondom mensen heen, heel goed in staat zijn om met elkaar een toekomstplan te maken voor degene die op dat moment nog vast zit. Om te zorgen dat die drempel lager wordt als je naar huis gaat. En dat kan al tijdens de detentie en dat kan ook als iemand eruit komt. En jammer genoeg wordt dat nog veel te weinig ingezet in Nederland. Dat je gaat voor herstel van relaties. En wat er dan ook in strafrecht gebeurt, daar bemoeien we ons dan niet mee. Maar op dat gebied is er nog een hoop water, hoe zeg je dat? Door de Rijn? Of nou ja, zoiets. Een hoop water door de Rijn. Ja, mee, ja. Ja. Maar ze zeggen ook wel dat het vaak juist die context is van die familie en vrienden die persoon in de gevangenis heeft geholpen. Ja, dat is beredeneren vanuit de jamaren. Wat wij zien is daar waar het al gebeurd is. Is dat je altijd binnen die sociale systemen ook bruggenbouwers hebt. En mensen die binnen die sociale context bruggen kunnen bouwen om wel te zorgen dat die kring bij elkaar komt. Andere reactie? Ja. Wat ik me een beetje afvraag, ik bedoel, als je alle gedetineerden alles maar voor ze regelt als ze eruit komen, dan leren ze er in principe ook niet zoveel van. Dus dan maak je ze eigenlijk passief. En ik denk dat als je inderdaad met de sociale omgeving, dat je het samen meer kan oplossen. Of niet? Oké. Ja, ik pleit er ook niet voor dat we alles voor ze regelen. Ik pleit er wel voor dat met hen, dat er geregeld is wat de basisvoorwaarden zijn om gewoon te kunnen bestaan buiten. En dan heb ik het echt over hele basale dingen. Nog niet over meer dan dat. Maar ook voor de hele familie om de gevangenis in en uit te komen. Ja, als ik er kom, dan ben je een half uur bezig voordat je erin bent. Ja. Elke keer opnieuw. Ja. En met alle fouillé. Het moet allemaal wel, maar het is de drempel voor familie om geïntegreerd in die gevangenis. Dat is heel moeilijk te regelen. Dat je denkt, nou, dan kun je wekelijks een makkelijk contact hebben, dat bespreken en zo. Dat is. Al het gewicht op beheersing
Ja. Ja. Hier was nog een dat vind ik belangrijk, dat niet alleen de familie makkelijk naar binnen kan, maar ook inderdaad, als een gemeenteambtenaar iets wil regelen met een gedetineerde, is het ook heel moeilijk om binnen te komen. Dus we moeten veel meer de gewone diensten die er buiten ook zijn, moeten we ook in die gevangenis hebben. Okay. En niet zo moeilijk doen. Wat ik me afvraag, en misschien weten jullie dat, in Nederland is er een jungle aan hulpverlening. Zo ervaar ik het tenminste. Er wordt heel veel geld aan uitgegeven en de recidivecijfer is enorm hoog. Als je naar andere landen kijkt waar veel minder aan hulpverlening en nazorg wordt uitgegeven, is het recidivecijfer daar nog hoger of is het zelfs lager? Interessant. Ja, ik sprak pas iemand die doet elektronica in de gevangenis. Die was in Spanje geweest. Daar is heel weinig recidive. Maar ze zitten ook allemaal 8 jaar. Voor maar kleine in die 8 jaar, bijna alles wordt meteen 8 jaar. Maar in de gevangenis hebben ze wel veel muziek, veel toneel, doen er heel veel, allerlei culturele dingen. Maar 8 jaar, heel weinig recidieven. Maar in de gevangenis, in die 8 jaar, gebeurt wel heel veel. Dat vond ik heel frappant van die vrouw. Maar moeten we daar naartoe? Wat? Moeten we daar naartoe? Ja, weet ik niet, dat is hun cultuur. Maar hier is het zo, er gebeurt geen reet in die gevangenis. Alleen maar een soort jeugdherberggedrag. Ja. Ik heb heel veel gehoord, en ik kan me er ook wat bij voorstellen, want het is niet voor het eerst dat ik het hoor. Maar ik heb heel veel gehoord van wat er allemaal niet goed gaat. En dat begrijp ik. Zeker als leek. Maar ik vraag me af, hoe zou het in godsnaam wel moeten? Daar zou ik graag wat ideeën over horen. Gaan we het ook zeker over hebben. Daar wou ik ook mee nadenken over alternatieven. Maar ik denk dat wat daaraan vooraf gaat is wat wij als samenleving, hoe wij nadenken over het straf, het nut van straf. Want we hebben het hier heel erg over dat het doel is om uiteindelijk recidieven te voorkomen, om een veiligere samenleving te creëren. Maar waar we het nog helemaal niet over hebben gehad zijn gevoelens van de samenleving over wraak en et cetera. En ik wou daarom Erno Eskens nu vragen om voor meer filosofische verhandeling. En dan kunnen we ook naar uw vraag toewerken. Oké. Ik sta hier eigenlijk om uit te leggen wat forensische filosofie is. En dat is mij een beetje, dit lot is mij overkomen omdat ik die term een paar keer heb laten vallen. Onder andere tegen Rijn en tegen Ton Derksen. En gezegd dat wat jullie doen, dat is forensische filosofie. En toen kwam natuurlijk gelijk de vraag op, wat is dat dan eigenlijk forensische filosofie? En wat zou dat vak nog meer moeten omvatten, wil het tot een geslaagd product worden en een geslaagd iets worden? Nou, ik denk dat forensische filosofie is de wetenschap die zich bezighoudt met de cultuur van straf en van recht en van rechtspraak en rechtsstaat. En dus het gaat hier om een cultuurwetenschap. En ik denk dat een aantal mensen die wij kennen, die doen dat al. Ik noemde Ton Derksen, u kent hem waarschijnlijk, heeft onder andere die zaak Lucia de B. aanhanger gemaakt. Ik heb zijn boeken mogen uitgeven als uitgever. En hij is iemand die kijkt naar hoe een rechtszaak verloopt. En dat analyseert en dan kijkt of die cultuur in die rechtsgang nou eigenlijk wel goed gaat en of die argumentatie met name ook wel goed gaat. Nou, daar zal ik straks nog iets over vertellen. Je hebt ook iemand als Britta Beuler bijvoorbeeld, die heel erg kijkt naar de cultuur in de rechtsstaat. Van wat zijn nou eigenlijk de processen in die rechtsstaat en wat speelt er? En ik denk dat Rijn zich bezighoudt met de cultuur in de gevangenis zelf, bij wijze van spreken. En de cultuur die rondom het straf zelf hangt. En daarom denk ik dat hij ook een forensisch filosoof is. Goed, die forensische filosofie die houdt zich dus bezig met die cultuur rondom die hele rechtsstaat. En het is een nieuwe wetenschap, dus we zijn hem aan het vormen, zullen we zeggen. En ik denk dat die hard nodig is. En ik denk dat deze wetenschap een beetje naar de geschiedenis moet kijken. Want als je nou kijkt naar hoe het gaat met gevangenissen tegenwoordig. Die gevangenissen zijn eigenlijk nog helemaal niet zo oud zoals wij die hebben. Die zijn zo'n 500 jaar. En dus hier in Amsterdam had je het Willige Rasphuis. 1596 uit mijn hoofd opgericht. En dat is eigenlijk de eerste grootschalige gevangenis in Amsterdam.
En daarvoor heb je de gedachte dat je criminelen hetzij lijfelijk straft, hetzij ze buiten de stad zet. Dus, maar dat idee van lijfelijke straf, dat zijn we vreed gaan vinden. Het idee van buiten de stad zetten werd steeds moeilijker, omdat er steeds minder stad, of steeds minder wildernis eigenlijk was. Steeds minder ongevormde materie om ons heen. En de gedachte was, dieven zijn ongevormde materie. Die zijn niet gevormd door de cultuur, dus horen ze ook thuis in de wildernis waar alles ongevormd is. Dat was destijds de gedachte. Die kunnen wij nu niet meer doen. We hebben die gevangenis nu eenmaal opgericht, dat Willige Rasphuis. En die is opgericht door Cornhead. En Cornhead die had al gelijk die gedachte, we moeten in die gevangenis mensen gaan resocialiseren. Nou, daar verstond hij wel iets onder wat nog wel een beetje verschilt van wat wij eronder verstonden. Want het was daar een ruig regime en je werd er flink geslagen en gemept. En als je niet wilde werken, je moest hout raspen en zo je brood verdienen. Je moest dus aan het werk zetten, dan werd je in de kelder gezet. En in die kelder daar liep automatisch het water in en je kreeg een handpompje mee. En dan was het pompen of verzuipen, letterlijk. Zo werd je aan het werk gezet. Nou. Op dat moment dat die gevangenis er eigenlijk is, die had voor die tijd had je overigens wel kerkers natuurlijk. Dus er waren wel kastelen met kerkers, maar er zaten eigenlijk alleen politieke gevangenen in en dat waren er meestal handjevol. Niet van die massale dingen zoals dat wij hebben gekregen. Zodra die gevangenis er is, begint wat Bart Molenkamp de poppenkast en de rituele dansen rondom de straf heeft genoemd. Ik ben een cultuurliefhebber, dus ik hou ontzettend van rituele dansen en van poppenkasten. En ik denk Peter Faber ook, de kunst is om goed te poppenkasten en goed ritueel te dansen. Dat is eigenlijk waar we naartoe moeten. En als je dan kijkt naar wat daar de opties zijn, dan laten we de straf even nemen. Kijk, de straf, je hebt verschillende manieren om rondom die straf heen te dansen. En één gedachte is dat die straf moet dienen als afschrikking of als pre. En één gedachte is dat die straf moet dienen om te resocialiseren en de mensen weer met elkaar te verzoenen. En je hebt natuurlijk die gedachte die de laatste tijd steeds meer in opkomst is gekomen, dat straf toch ook echt wel er is als een manier van vergelding. Dus vergelding, retributie, wraak ook wel. De oude vorm hiervan is de lex talionis, dus het oog om oog, tand om tand principe. Dat keert weer een beetje terug in de Nederlandse samenleving. Gelukkig niet zo erg als dat het ooit geweest is. Maar er is toch wel een soort roep om heftigere straffen bijvoorbeeld, zonder dat er eigenlijk gekeken wordt wat het effect is van die straf. Dus er wordt niet gekeken naar het effect op degene die gestraft wordt, maar eigenlijk ook niet naar degene die de straf, die zogenaamd genoegdoening moet krijgen. Is die eigenlijk wel echt blij als iemand na 5 jaar nog steeds in de gevangenis zit? Vraagt iemand dat wel eens aan zo iemand? Van, vind je dat hij nou nog steeds gevangen moet zitten? Ik denk dat mensen op het moment dat zo'n misdaad gebeurt heel graag willen dat iemand streng gestraft wordt. Maar misschien dat ze er na een paar jaar al wel weer anders over denken. Het systeem zit nu in ieder geval zo in elkaar dat er een soort. We hebben een cultuur waarin dit idee van wraak steeds meer naar voren komt. En dat wordt een beetje aangejakkerd door de media. Die natuurlijk nogal schandaal georiënteerd zijn. Dat zijn eigenlijk schandaalbedrijven. Media, zij creëren een schandaal. En vervolgens gaan zij het schandaal ontmaskeren. En zeggen ze dat het allemaal zo erg niet is. Het wordt ook in stand gehouden door de gevangenen zelf. Die toch tamelijk onmondig zijn. Hoeveel boeken verschijnen er nou zoals het boek van Rijn? Hoeveel mensen zijn ook in staat overigens om zich zo uit het moeras op te trekken? Daar kan je diepe bewondering voor hebben. En dat heb ik ook. En ik denk dat dat ook wel komt omdat de juristen wat introvert zijn. Dus de mensen die echt weten hoe het rechtssysteem nou eigenlijk werkt, de wetenschappers, de criminologen, de juristen, et cetera, die horen we eigenlijk nooit. Op de een of andere manier halen dit soort feiten de wetenschapspagina zelden. En als ze de wetenschapspagina halen, dan is er nauwelijks een debat over. En dat komt denk ik toch ook een beetje door de juristen zelf, dat ze dat debat niet aanjagen. Dus er zijn er een paar die het goed doen, dus laat ik het vooral niet voor iedereen spreken. Maar er is niet echt een cultuur van, wij gaan dus met de samenleving overleggen over hoe het moet. En misschien moet dat dus wel komen. Er moet dus ook daar ook een cultuurverandering komen. Misschien dat de forensische filosofie daar ook weer een klein rolletje in kan gaan spelen. Nou, je kunt je voorstellen dat je uiteindelijk, als je kijkt naar die cultuur, hoe die zich nu aan het
ontwikkelen is, dat gaat dus steeds meer van het idee van resocialisatie, is een beetje op de achtergrond aan het raken. Is er nog steeds gelukkig, maar is wel kleiner aan het worden. Er is een roep op sterkere straffen. En dat zie je denk ik ook weer terug in de manier waarop er gestraft wordt. Hè. Dus Rijn zei er al iets over en ik denk dat hij daar een goed punt heeft. Namelijk dat vroeger was de straf, het feit dat je naar de gevangenis ging, was de straf. Maar nu is de gedachte ontstaan dat je, als je naar de gevangenis gaat, dat je in de gevangenis gestraft moet worden. Dus dat is eigenlijk een dubbele straf. Hè? Dus dat is een dubbele wraak die hier wordt geïmplementeerd. En dat is eigenlijk ook een vorm, denk ik, van dat nieuwe populisme. Bart Molenkamp zei, 2/3 van de criminelen is eigenlijk geestelijk in de war. Ik denk dat zal waar zijn. Hè? Dus... Daar zijn feiten voor. Je kunt hier ook bij dit soort dingen weer terugkijken in de filosofie. En bijvoorbeeld iemand als Julien Offray de Lametrie dus weer eens uit de kast halen. En die schreef in 1748 uit mijn hoofd, schreef hij een mooi boekje en het heette L'homme machine, de mens is een machine. En daarin legt hij haarfijn uit dat op het moment dat je crimineel wordt, dat eigenlijk een ziekte is. Het crimineel zijn zelf is een ziekte. Alle criminelen zijn ziek. Want ze zijn namelijk op een bepaalde manier niet in staat om zich te verhouden tot de samenleving. Waarin zij normaal gesproken geworteld zouden moeten zijn. En hoe komt dat? Omdat er iets mis is in die hersenen. En ik denk dat het verhaal van Rijn dat eigenlijk ook duidelijk maakt. Hè. Hij pleegt zijn misdaad in een psychotische toestand. En zo gebeurt het natuurlijk heel vaak. Hè. Dus de vraag is of er überhaupt criminelen zijn in de ouderwetse zin van het woord. Hè. Zijn er echt slechte mensen? Misschien zijn ze er wel. Maar misschien zijn die mensen ook wel slecht omdat er iets aan de hand is. En misschien, Julien Offray de Lametrie zegt dan, stuur ze niet naar de gevangenis, stuur ze naar de dokter. Ik wil dat toch ook nog eens ter overweging geven om dat gewoon te gaan doen. Als het gaat om die cultuur in die gevangenis, dan zie je inderdaad dat er zijn in die cultuur altijd mechanismen. Hè? Dus we hadden het net even over dat Stanford-experiment, waarbij de bewakers steeds gewelddadiger worden. Dat is klaarblijkelijk een proces. Zet een paar mensen bij elkaar, laat de een de ander bewaken en je ziet vanzelf dat ze extremer worden in hun middelen van bewaken. Dus dat is denk ik ook iets waar de forensische filosofie steeds op moet wijzen. Cultuur is altijd in beweging, maar cultuur heeft ook bepaalde mechanismen die altijd weer terugkeren. En daar moet je dus op voorbereid zijn. Dus je moet al van tevoren weten, dit gaat sowieso gebeuren. Hoe gaan we het aanpakken? Dus je moet niet pas ingrijpen op het moment dat het al gebeurd is. Nee, je moet het eigenlijk voor zijn. Dat is de kunst. Nou, en misschien tot slot een belangrijke taak van die forensische filosofie zou in mijn optiek moeten zijn dat er meer gekeken wordt naar waarom zitten die mensen nou eigenlijk in de gevangenis. Nou, deels omdat ze dus misschien wel ziek zijn. Maar ook is de vraag, zijn de feiten die zij gepleegd hebben wel echt feiten? Hè? Dus het werk van Ton Derksen laat zien dat er toch nog behoorlijk wat mensen veroordeeld worden voor soms extreme gevallen. In het geval van Lucia de B, die is veroordeeld voor 7 moorden. Hè? Dat is nogal wat. Zij was die verpleegster in het Haagse ziekenhuis. Ze werd veroordeeld wegens moord op baby's. En die baby's bleek achteraf, die stierven gewoon een natuurlijke dood. En dat gebeurde toevallig op het moment dat zij daar aanwezig was. Toeval bestaat in deze wereld. Wat er gebeurt is in veel van dit soort zaken. Later heeft Ton Derksen nog een mooi boek over de zaak Lauwers geschreven. En dan zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren. Dat is dat populisme, dat wraakgevoel. Dat heeft zich ook meester gemaakt van de politieagent. Dus je ziet dat een politieagent is natuurlijk, en dit zijn geen bewuste processen. Hè? Dus ik wil niet zeggen dat politieagenten slechte mensen zijn of wat dan ook. Dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Hè? Sterker nog, die processen die ik hier beschrijf, daar hebben wij allemaal last van. Hè? Want die cultuur is onze gezamenlijke cultuur. Maar wat er gebeurt is, je bent op een gegeven moment, je treft een situatie aan. Je denkt te weten hoe het gebeurd is en vervolgens ga je op zoek naar de feiten die corresponderen met de theorie die je hebt. Dat heet een tunnelvisie. Hè? Dus komt vaak voor in rechtszaken. Er wordt maar een handjevol, wordt er nog eens een keertje doorgelicht om te kijken of het heel veel voorkomt of niet. Hè? Dat weten we dus niet of het heel veel voorkomt. Het komt in ieder geval voor. En er is zoiets elementairs als het zou toch zo moeten zijn dat wij aan
politieagenten en aan advocaten en aan officieren van justitie en aan rechters doseren en verplicht stellen in hun onderwijs, dat zij zoeken naar scenario's die niet passen bij wat het vermoeden is, maar dat zij zoeken naar discriminerende scenario's. Dus niet zoeken naar passende scenario's, maar naar discriminerende scenario's. Scenario's die iets uitsluiten juist, in plaats van iets een mogelijkheid insluiten. Dus op die manier kun je denk ik de rechtsgang verbeteren. En dat voorkomt ook dat het populisme uiteindelijk helemaal tot diep in het gevangen of in het rechtspraak zelf doorslaat. En tot slot, ik zei al iets over die bewaking van de rechtsstaat. Nou, dat lijkt me ook iets wat we natuurlijk moeten doen. Het is toch te zot dat je in dit land straks veroordeeld kunt worden, of nu al, omdat je de intentie hebt om iets te doen. Dat kan in Nederland tegenwoordig. Zo zijn er een aantal dingen in het rechtssysteem geslopen die ja, toch tamelijk dubieus zijn. En ook weer vanuit die gedachte, we gaan ze straffen, wraak. Hè? En desnoods doen we het al voordat ze het gedaan hebben, want ze waren het al van plan. Dat gaat ver. Hè? Dus ik denk dat wij met z'n allen die cultuur een beetje moeten kneden en masseren. En dat is nou het leuke van cultuur. Het gaat altijd mis, maar het komt ook altijd weer goed. Dank u wel. Ik ga zo naar vragen in de zaal. Ik wil even naar de agent. Ten eerste ook uw reactie op Erno Eskens. En ik hoorde u ook even zo fluisteren toen ik het had over de functie van straf. En toen zei u, hoorde ik u zeggen, boetedoening. Kan u daar ook nog iets over vertellen wat u daarmee bedoelde? Nou, ik was het eigenlijk niet van plan, want ik ben juist degene dat ons maakt mensen die ook de gevangenissen volzet. Maar ik doe het wel, want we praten natuurlijk aan het einde van het gedeelte van het hele strafproces. En we weten dat opsporing en het vastzetten en het vasthouden van mensen eigenlijk meer kost als de hele zorg bij elkaar. Daar wil ik straks wel een vraag over stellen. Waarvoor gaan we niet vooraan in de lijn zitten? Daar waar de jongeren, als we nu al weten dat het 1 op de 8 LVB wordt en de criminelen nu al 12 jaar al een eerste misdaad. En dan hebben we het over echt zware misdaden, zoals een gewapende overval 12, 13 jaar, nu al. Dat was in jouw tijd niet, Rijn. Dan kom ik even tot de straf even terug tot nu. De straf was eigenlijk altijd bedoeld om boete te doen voor hetgeen wat je gedaan hebt. En wij hebben het dan, vind ik dan, mis en vervormd door voordat ze de baas in te zijn om de hulpverlening op te starten. Om te kijken, voordat ze eigenlijk die boete hebben gedaan, om weer terug kunnen komen in de samenleving. Dat vind ik een slechte ontwikkeling, want je verziet en vertroetelt eigenlijk al de veroordeelde daarmee. En ik denk dat het proces veel makkelijker, veel simpeler gaat. Als je dus deze man die zijn daad heeft gedaan, veroordeelt en dan terug laat komen. En dan pas eigenlijk de hulpverlening op gaat starten. Doe dat niet daarvoor. En dat is eigenlijk wat ik ook net ook aangaf. Ook het hele proces aan het einde vind ik al misvormd. Aan het begin, voordat ze ook überhaupt, zoals wij dat met de bias ingaan. Mag ik je dan wat vragen? Want je hoorde dat verhaal van mensen die naar huis worden gestuurd. Ze hebben geen legitimatiebewijs, ze hebben geen uitkering, ze hebben geen busticket. Ze hebben geen. Kom je dat tegen op straat? Ik kan me voorstellen, als mij dat overkomt, zou ik ook recidiveren, denk ik. Ja, ik denk als je dat recidiveert, er zijn er meerdere. Hoor. Als je nog kijkt naar onze wat oudere populatie, de oudere mensen. Je zit ook in situaties dat ze ook veel dingen kwijtraken en alles wat ze opgebouwd hebben. Maar ook gewone mensen, normale mensen die niet misdrijven gepleegd hebben. Die raken ook hun huis kwijt of hun koophuis of hun baan. En die komen ook in situaties waar je echt niet in wil zitten en dan spreken we over tonnen schuld. En dan is het, ja, als jij wilde dat koophuis, dus kom er ook maar uit dan. Terwijl we voor iemand, laten we zeggen, die wij onder onze hoede nemen als overheid. Dan gaan we dan alles maar, vind ik dan, voor regelen. Dus nee. Ik ben heel blij dat u dat zegt, omdat het gaat hier over. Er wordt hier een paar keer populisme gezegd, maar ik denk dat er nog wel verschil is tussen populisme en de publieke opinie. En de publieke opinie is toch dat over het algemeen criminelen in ons land momenteel. Dat er heel veel aandacht in ieder geval naartoe gaat. Meer aandacht dan naar de slachtoffers. En er wordt zelfs gesproken van vertroeteld. En waarom wil men dat er wordt gestraft in de gevangenis? Omdat de gevangenis de laatste jaren vaak wordt omschreven als een hotel. En de vraag is, hoe slaan we een brug tussen al deze kennis en meningen die eigenlijk allemaal heel logisch in de oren klinken, maar
ook, wat ik toch niet meteen als populisme wil afdoen, maar de publieke opinie die een heel andere mening van ding doen is. Ja, wat zo opvallend is, als je er zijn groepen mensen die gevangenissen bezoeken. Ook gewoon burgers, hè? En huisvrouwen en klassen enzovoort enzovoort. En die komen altijd wel binnen met het idee van zo'n gevangenis is een hotel. En als ze er geweest zijn, dan kijken ze daar dus heel anders naar. Hè? Dan zien ze dat het toch helemaal niet zo jovel is. En dat het heel vervelend is om überhaupt met andere gedetineerden te zijn. Want het is helemaal niet zo'n leuke gemeenschap. En wat er wel een probleem is, en dan kom ik terug op dat vertroetelen, dat is wel dat een gedetineerde, die wordt er dan opgepakt, die komt in aanraking met de politie. Dat wordt een soort wedstrijd, waar zijn advocaat ook duchtig meedoet. He, ik heb vaak het idee dat er gedetineerden zijn die het beeld hebben van, we hebben eigenlijk pech, hè, want het is net als op de snelweg, sommigen worden geflitst en anderen niet. Dus je hebt eigenlijk pech en we hebben de wedstrijd verloren. En we hebben het wel gedaan, maar eigenlijk ook weer niet. Dus ik denk wat een beetje ontbreekt aan het hele proces is dat meteen aan het begin dat ook iemand duidelijk gemaakt wordt van jij hebt het gewoon gedaan, je bent gewoon schuldig. En je moet daarvoor boeten en je hebt een ander leed aangericht. En je moet eigenlijk met het slachtoffer gaan praten. Je hebt iemand een slachtoffer gemaakt. En had je in de detentie nog de enorme vreemde gewoonte, en dat hoorde ik ook collega's zeggen en dat is dus idioot, dat ze zei, wij wilden niet weten waar een gedetineerde voor zit. Ik wilde wel weten waar een gedetineerde voor zat. En als een gedetineerde klaagde dat hij in de winkel geen oude kaas kon krijgen, terwijl de winkelier had gezegd dat dit wel zou zijn, zei ik tegen hem, ja, maar als jij altijd oude kaas wil hebben, dan moet je zorgen dat je niet in de baaiers komt, want dat is wel een consequentie. Zo is het leven nou eenmaal. En als je bij een bezoek altijd niet met je kind op schoot mag zitten, hè, wat in tegenwoordig niet meer mag in de inrichtingen, maar als je altijd met je kind op schoot wil zitten, of als je grootvader bent en met je kleinkind, weet je wat je dan moet zorgen? Dat je niet in de baaiers komt, want dan mag je met je kind op schoot zitten. Even een reactie. Geen reactie, maar meer een vraag die wel op jouw punt aansluit. Want ik hoor vanavond heel veel interessante punten. En een van de punten die ik eruit wil halen is het wij-zij-denken, wat in de samenleving bestaat. Hè? Wij de goede burgers en zij de slechte criminelen. En dan kom ik bij jouw punt van het bruggen bouwen. Zou je voor een echte reïntegratie van ex-gedetineerden ook niet iets moeten doen aan het tegengaan van het wij-zij-denken? Want dat denken bestaat in de samenleving. Je hoeft alleen maar de site van de Telegraaf te openen en de reacties daarop te lezen. Zou je niet iets moeten doen aan het tegengaan van het wij-zij-denken? En zo ja, hoe zou je dat kunnen doen? Want een groepje een tour geven door een gevangenis, of een rondleiding geven door een gevangenis, dat zet natuurlijk geen zoden aan de dijk. Nou, toch wel. Want als je de hele Nederlandse bevolking door de gevangenis zou kunnen laten gaan, dan zou dat helpen. Hè? Maar het is altijd een minderheid. Maar het is dus geen vertroetelen in een gevangenis. Ja, ik denk eigenlijk dat het wij-zij-denken nooit is tegen te gaan. Hè? Wij zijn nu eenmaal wij-zij-denkers. Het enige wat je kan doen is de effecten daarvan afzwakken. En dat kun je doen door gewoon de feiten op tafel te leggen. En ik denk wij met z'n allen zijn er slecht in geslaagd de laatste tijd om de feiten over hoe het gaat in de rechtspraktijk, hè, of in de strafpraktijk, om die gewoon op tafel te leggen. Was er hier nog een reactie of hoeft het niet meer? Dan ga ik. Ik heb laatst een heel interessant college gehad over herstelrecht in plaats van strafrecht. En het sluit eigenlijk een beetje aan wat u zei over dat mensen gewoon als ze iets gedaan hebben hun schuld moeten betuigen en daardoor eigenlijk ook zichzelf straffen omdat ze berouw hebben en dat samen met de maatschappij kunnen gaan oplossen en hun wat ze hebben aangericht herstellen. En daar komt ook heel erg naar voren, het blijkt in Nieuw-Zeeland en Canada geloof ik heel effectief te zijn en veel te worden toegepast en dat mensen daardoor kunnen herstellen wat ze hebben gedaan en ook door hun berouw en schuld die ze dan hebben eigenlijk zichzelf straffen. Dus als alternatief. Ja. Oh, dat, ik ben het helemaal mee eens dat ze ook zoiets zou moeten gebeuren, maar er zit een hele gevaarlijke consequentie in. Namelijk op het moment, kijk, het strafrecht gaat om de relatie tussen staat en dader. Het strafrecht is helemaal niet berekend op slachtoffers. Dat enge dingen. Maar op het moment dat je dus die slachtoffers er wel gaat betrekken en dus partij maakt en meer bent voor een herstelgerichte oplossing, kom je ook aan de macht van de staat. En bijvoorbeeld als je de werken van bijvoorbeeld een
criminoloog leest als Herman Bianchi, dan zie je dat hij heel erg, dat is de grote voorman van het herstelrecht, dat hij zich daar heel erg genuanceerd over uitlaat, waarom die staat dat beslist nou die macht wil houden. Waarom de rechterlijke macht, wat Bart net ook zei, het is die rituele dans tussen OM, advocatuur en de rechterlijke macht. En om daar een spel tussen te krijgen dat die mensen opener worden. We hebben hier in Nederland experimenten gehad met herstelrecht, zoals het ook in België werd uitgevoerd. En die experimenten hebben we inmiddels weer afgeschaft, omdat ze en succesvol waren, maar geld kosten. Wil jij misschien op reageren? Ja, het experiment is weer op gang gebracht, of op een andere manier nu. En dat in ieder geval bemiddelingen binnen het strafrecht ook mogelijk worden. En we lopen inderdaad tegen die dingen aan, dat vanuit het OM een aantal regels nodig zijn. Namelijk, er moet uitslag worden gedaan van een bemiddeling. Er zit een tijdsdruk achter. Er moet de vrijheid die we nu hebben in onze bemiddelingen, die is heel noodzakelijk om een bemiddeling goed te laten lopen. En soms werkt het niet, want dan zijn de beide partijen er niet klaar voor. Dus, en dat accepteert het, de rechtsstaat niet. Dat het niet werkt of dat het soms wel werkt. Het is heel moeilijk om ergens te plaatsen. Dat je, mensen hebben nou eenmaal andere dingen nodig. En dit kan een onderdeel zijn van een herstelproces voor sommige partijen, sommige slachtoffers en daders. Ja. Is er iemand van het OM of een advocaat in de zaal, vroeg ik me af. Tom, sta op. Oh, je zit wel heel ver. Het OM. Kan u hard praten? Of? Wie, u werkt voor het OM of bent advocaat? En kan u een reactie geven op deze suggestie van een andere vorm van een straf? Nou, er wordt natuurlijk gezegd, zo, het is niet zo simpel, hè, want er zijn inderdaad wat rollen die verdeeld zijn op dit moment. Dat is ook binnen ons heel staatsbestel, want dat kunnen wij natuurlijk niet zelf gewoon. Maar het is natuurlijk zo dat als je gewoon op dit moment kijkt, dat gewoon als een verdachte is, en dan komt een advocaat, er moet een advocaat bij komen, dat hij eigenlijk al op de voorhand te horen krijgt van hou je mond nou wellicht, want als je gewoon meewerkt met justitie, dan word je nooit beter van. En daarmee wordt gewoon dat hele proces alleen maar verhard. En ik denk dat daardoor ook gewoon door de voorbeelden die naar buiten komen, en met name slachtoffers die zien in de zittingszaal van dat iemand waarvan eigenlijk 300% duidelijk is dat hij een ernstig feit heeft gepleegd, maar ja, dat hij probeert zich op alle mogelijke manieren te verschuilen achter kletsverhalen, dat daardoor een verharding plaatsvindt. Hè? Dus er staat eigenlijk haaks op dat je zegt van nou, het zou heel erg mooi zijn wanneer iemand een slachtoffer is, inderdaad de eerste is die de mogelijkheid krijgt om te zeggen van ja, nou, ik weet wat de achtergronden zijn, ik kan snappen wat iemand brengt tot gedrag om in ieder geval daar in ieder geval een stuk milder te doen. Maar ik merk ook dat er een ontzettende verharding plaatsvindt. En dat leidt dan uiteindelijk ook weer tot gekke hoge straffen. Als ik in een zaak officier of ik nou advocaat-generaal ben, dan zeg ik ook van nou, op het moment dat je ontkent, dan wordt gespeeld op het scherpst van de snede. Dus dat wil zeggen, je kunt winnen en je kunt verliezen. Je kunt winnen, dat betekent een vrijspraak. Je kunt verliezen, dat betekent wat mij betreft dan een hoge straf. Dan moet je niet denken van, nou, als het dan bewezen wordt, dan weet ik ook dat er heel veel aandacht wordt besteed aan persoonlijke omstandigheden. Ik had een vraag voor het publiek, want omdat er zoveel mensen uit het werkveld zitten, bent u ook niet heel erg misschien wel gefrustreerd dat u onderdeel bent van die rituele dans? Ik raak gefrustreerd omdat de menselijke maat in het gevangeniswezen aan het verdwijnen is. Ik heb vanaf het begin dat het boek 13 ongelukken uitkwam, het boek besteld, ik heb het nog niet binnen. Want dat moet via een shared service besteld worden. Ja. U zit toevallig naast de uitgever, die kan het. Of ik moet. Wat is uw functie? Ik ben bibliothecaresse in de koppelgevangenis in Arnhem. Daar hebben we een rode deur. En het management trekt zich helemaal terug voor de rode deur. En wij van het werkveld hebben geen contact meer met de directeuren.
En waar ik ook tegenaan loop is... Vraagt u er straks even mijn smokkeltje mee naar binnen? Nou, dat lukt me nog wel, dank u. Maar we worden helemaal overbeladen met regelgeving vanaf die andere kant van de rode deur. Waardoor ik moet rapporteren terwijl ik eigenlijk iemand op beperkingen, dat zal meneer Gerritsen wel weten, het liefst naar de bibliotheek zou willen brengen. Maar ja, ik moet die rapportage af hebben. Even naar de meneer van het DJI. Nu bent u toch, moet u toch even... Want u zit, niet helemaal letterlijk, maar ik denk toch aan de andere kant van die rode deur. Of heb ik dat helemaal mis? Ik zit wel op het hoofdkantoor inderdaad. Maar ik hou mij meer bezig met inkoop. Dus minder met hoe de beleidslijnen lopen. De inkoop van boeken wordt al gezegd? Of? Ja, inderdaad, met dingen die met shared service centra te maken hebben. Maar hoe ervaart u nou zo'n avond als vanavond, naar wat u allemaal heeft gehoord? Ja, zeer interessant. Maar voelt u zich ook mede verantwoordelijk voor het falende systeem, of niet? Nee, ik hou me niet bezig met deze beleidslijn. Dus ik kan daar zelf geen invloed op uitoefenen. Maar u neemt het morgen wel mee naar de lunchtafel. Ah, fijn. Maar mag ik even, het is wel heel interessant wat daar gezegd wordt over die management achter die rode deur. Want we hebben een reorganisatie gehad de afgelopen jaren. Het was net toen ik bij het Franse vertrok. Waar de directie meer op de werkvloer moest komen. En waarvan te voorspellen was dat de werkvloer zich, de directie zich zou terugtrekken. Met andere woorden, het wordt dus allemaal kapot gereorganiseerd. Is er nog een andere iemand uit het publiek die wil reageren? Of een vraag heeft? Want... Die meneer van het gevangeniswezen kan wel zeggen, hij is directeur. Maar er zijn zoveel directeuren van justitiële inrichtingen in heel Nederland. Hebben jullie als directeur nou nooit in Den Haag kunnen zeggen, zo werkt het niet zoals jullie het willen? Want iedere keer als er uit het veld ideeën komen, zoals nu ook, zeggen ze 50% van de criminaliteit kunnen niet lezen of schrijven. Dus die moeten scholing krijgen. Dus wordt weer een project scholing gedaan. 50% kan dus wel lezen en schrijven. Wat wordt daarmee gedaan? Wat zijn de resultaten van die 50% die wel kunnen leren of lezen en schrijven? En wat zijn de resultaten van die 50% die niet kunnen lezen? Die directeuren doen er ook niks aan. Die denken ook, sorry hoor, nou, aan hun eigen hachie. Wat wordt totaal niks gedaan. De BEWA, dat zijn gewoon gevangenen die net niet met de politie en justitie in aanreiking zijn gekomen. En die mogen de gedetineerden lekker op hun huid zitten. Nou, die mevrouw, ja, die mevrouw is wel een punt. Kijk, ten eerste ligt dat natuurlijk aan de directeur en aan de inrichting. Maar er is een tijd geweest dat, en dat was zo 20 jaar geleden, denk ik, dat directeuren nog één groep waren. Dus met andere woorden, we hebben wel eens vergaderingen, hebben we niet bezocht, bewust. En dat leidde ertoe dat directeuren meer greep kregen op de uitvoering. Maar toen is er een trend ingezet, toen kwamen er ook steeds minder algemeen directeuren. Dat ja, uiteindelijk, en daar zijn heel veel voorbeelden van, dat onder andere die Schiphol-band al die maatregelen, dat dus gekste dingen gebeuren. En dat je brieven schrijft aan het departement, en ik heb ze nog allemaal op mijn computer staan. En dat er dus niets meer wordt gedaan. En dat dingen gewoon kapot worden gereorganiseerd. En dus je zegt dat... Ik kan daar voorbeelden van noemen dat ik aangeef van als je die maatregel neemt en er ontstaat een brand, dan is het risico dus groter. Daar heb ik de hoofddirecteur ook op aangesproken in een vergadering en hem verantwoordelijk gemaakt voor als het zou gebeuren. Maar er gebeurt gewoon niets mee. Maar er is hier ook een vraag, maar er gaat ook iets mis in de communicatie. Want de politiek luistert dus wel... goed naar de publieke opinie, naar het volk, maar niet naar de mensen uit het werkveld. Nou ja, dat is natuurlijk de vraag, misschien wordt er niet te hard genoeg geschreeuwd door de mensen uit het werkveld. Misschien kan daar iemand zo nog op reageren, maar eerst jouw vraag. Ja, een hele andere vraag, maar werd nu al een paar keer gezegd dat 2/3 van de gedetineerden psychische stoornis heeft. En ik vroeg me af wat er dan wordt gedaan nu met die kennis en of er ook is gekeken naar het percentage daarvan onder de recidieven. Moeten daar niet meer de nadruk op gelegd worden? Dat is ook een taak voor de forensische filosofie. We weten het niet. En we moeten het onderzoeken. Maar het is een feit dat in
Niet al te lang geleden zijn in de diverse inrichtingen zijn zogenaamde PPC's ingericht. Dat wil zeggen een penitentiair psychiatrisch centrum. En die bieden in totaal plaats aan 600 gedetineerden. Nou, we hebben er in Nederland 12.500. Neem daar 60% van, 70%. Dus je ziet dat 600 plaatsen is een druppel op een gloeiende plaat. Bovendien is het penitentiair centrum in een, ook al is het psychiatrisch, het is nog steeds een gevangenis. Met het bijbehorende regime. En ik vind het een echt heel schrijnend idee om te beseffen dat bijvoorbeeld in Nederland hebben we een geweldige bezuinigingsgolf in de jaren 90. Hebben wij 4000 plaatsen geschrapt uit de psychiatrische ziekenhuizen. Die patiënten die eruit ontslagen waren, die hadden niet het fatsoen om te overlijden. Nee, die gingen de criminaliteit in. Heel veel. Dat is jammer genoeg gebeurd. En dat niet door halsmisdrijf, maar door de meest sociaal ongepaste dingen die ze deden. En die komen we op een gegeven moment, als ze eenmaal in dat circuit zitten, gaat het van kwaad tot erger. En die mensen worden niet behandeld en die komen op een gegeven moment na het uitzetten van de straf, komen ze terug op straat te staan. Raar, wat gaan ze doen? Daar moet iets tegen gedaan worden. Punt. Daar wil ik wel op reageren. En ik, wat dat betreft sta ik wel in dit geval helemaal achter je. Ik zit er zelf nu in het basisonderwijs. Ik zit bij de groep 8, daar heb ik een klein beetje van verteld. En daar begint het koor is wel wat kaf te scheiden. Daar zie je dat het al op fout gaat. Dat overleg ik, want ik haal een jongens uit de stal van Peter Faber, die ook laatst zich de deur van de andere kant gezien hebben. Die komen bij mij dan ook in de klas. Dat zijn jongens van Epp. Hoe oud zijn ze, Peter? 19, 20? Hoe oud zijn ze? 19, 20 jaar, die jongens van jou. Dus die groepen 8 is 12, 13. Nou, dan komt er een jongen van 20 jaar komt er in de klas. Die ziet dat ook wel. Die kan er zo 3, 4 aanwijzen van, joh, dat gaat niet goed met die kinderen. Ik zie dat zelf ook. De docent ziet dat. Daar doen we niks mee. Daar hadden we net even over met mijn buurman. Daar doen we niets mee. Dat laten we gewoon ontstaan. We dubleren al niet meer in de basisschool. We sturen ze met een achterstand naar het voortgezet onderwijs. En zo hobbelen we zo, wat jij zegt, een psychose binnen. Want die kinderen blijven die achterstand maar dooropbouwen. En daar ben ik het met je eens, maar dan moeten we ingrijpen. Help dan, weet je wel, in een veel vroeger stadium. Ja, nee, en dan moet je niet uiteindelijk gaan zitten om mensen knettergek zijn geworden. Als je wetenschappers neemt als Theodore Leijers, een jeugdpsychiater, die houdt zich ook bezig met jeugdcriminaliteit. En die zegt ook van, waar je veel meer moet op inzetten is op vroege diagnose. En je moet preventief te werk gaan. Je moet niet brandjes blussen achteraf. Je moet preventief te werk gaan. Die mensen het is een verkeerde idee om te denken dat mensen voor misdaad kiezen. Er komt op een gegeven moment komt er een punt, een kritisch punt. En er is niet langer sprake van een keus. Dan geldt gewoon de gedraging van de groep. Of de geldt de gedraging van de omstandigheden, wat de omstandigheden hier dicteren. Als je bijvoorbeeld een recent boek neemt van Niels Verhagen. Je hebt waarschijnlijk ook. Je hebt misschien een discussie gehad met hem. Ja. Okay. Dan zie je ook in, waardoor wordt iemand die, laten we zeggen, normaal is, tot een misdaad gedreven. Waarom gaat hij een misdaad plegen? Meestal door het verlies van een baan. Meestal door het verlies van een relatie. En helaas kun je dat soort dingen niet uitgooien. Maar die zaken die jij nu zegt, met die kinderen die op dat punt staan om over die streep te gaan, daar kun je wel wat aan doen als maatschappij. Dat zijn er veel, hoor. Ja, dat zijn heel veel. Echt veel. En weet je, we hebben een nadeel, je zal het nooit leren, preventie is niet meetbaar. Want je kijkt iemand naar zeggen, die nieuw, als je 10 mensen in de gevangenis hebt, dan komen er maar 3 terug, dan heb je er 7 die goed zijn. Dus dat is prachtig mooi meetbaar, dan kan je verder met je project. Maar als je vergeet even, 2, 3 jaar daarna is het cijfer weer andersom. En preventie is niet meetbaar, dus ik denk dat je kan blijven roepen. Ik wil nog even iets zeggen, want jij vroeg net van al die mensen die dan niet gefrustreerd zijn omdat ze in dat gevangeniswezen met die rituele danswerk. Nou, dat is natuurlijk voor een deel wel waar, maar je kunt ook niet al die schuld bij het gevangeniswezen leggen. Want inderdaad, in de zorg is een heleboel geschrapt daarvoor. Dus uiteindelijk komen mensen ook daar in een hele ellendige toestand terecht. En je kunt ook niet van het gevangeniswezen verwachten dat ze daar eventjes opgeknapt worden en dan weer als prima burgers naar buiten komen. Dus ik vind het ook niet alleen de verantwoordelijkheid van het gevangeniswezen, maar die ligt veel breder in de samenleving. En ik vind het een beetje... Ja, ook, tuurlijk. Ja. Is volgende week een ander programma over in de balie? Even kijken, waar was nog een... Ja, mijn naam is Robert, ik werk bij Discus en wij begeleiden mensen vaak die uit de gevangenis komen of lang in de gevangenis gezeten hebben.
Ik vraag mij af, want ik merk heel vaak aan mensen, want ik hoor heel veel over psychische stoornissen en er moet dingen aan gedaan worden. Maar ik merk heel vaak dat er heel veel aan de hand is met mensen er zelfbeeld. En het zich niet betrokken voelen bij de maatschappij zoals die is. Ik bedoel, wij proberen aan te werken, ik hoop dat we dat doen, om mensen weer... Het sprak mij heel erg aan wat Peter Faber zei over het idee van... Ja, je bent iemand, maar je zit in die car die je hebt, dat lichaam, en daardoor, weet je, dat heeft iets fout gedaan. Maar mensen identificeren zich heel erg met wat ze fout hebben gedaan. En worden daar eigenlijk ook door allerlei manieren steeds op gewezen. De hulpverlening zegt ook, er is iets gebeurd en we gaan hier. Dus mensen worden steeds op een plek neergezet van, oh, ik ben... ergens iets minder waard of zo. Dus ik denk, moet er niet veel meer gewerkt worden aan dat mensen zich goed voelen over zichzelf en aan het zelfbeeld van mensen, om dan meer weerbaar te zijn in de maatschappij. Nou ja, dat bedoel, mijn thema is eigenlijk conditietraining. Conditietraining, de daad is fout, maar de dader, dat is dit apparaat, je lijf. Dat je een paar spieren die je kan trainen, wakker worden, aandacht voor je omgeving, aandacht voor jezelf. En heb je een wens, kun je iets ontdekken, iets eigens wat je zou willen in actie zetten, geven. En creativiteit, dat is niks anders met je kont uit de stoel komen. Dus dat, ik heb ook nooit zin om de kleedkamer uit te komen. Dus geen zin is geen optie, gewoon in actie komen. En als die energie, dat is de switch die ik probeer te maken. Dat is energie kunnen geven aan iets wat van hunzelf is. Of het nou een eigen verhaal is, of een biografie, of een lied of een verhaal of een ding wat ze gehoord, maakt geen reet uit wat ze gebruiken. Maar op het moment dat ze ermee in actie komen, dat ze er energie aan geven. Dat is genezend, dat is sterkmakend, dat is... Ja, ik spreek uit de praktijk, ik ben bijna 100. Ik bedoel, waarom zou ik dingen... energie geven aan wat je doet, creëert inhoud. En als zij hebben energie gegeven aan dat fout, al of niet gestuurd door... gek van agressie of gek van liefde of gek van wanhoop of gek van gemis of gek van geiligheid. Als ze uit die gekte zijn, als je daar weer kijkt, dan kan je kijken wat er nog meer mogelijk is. Maar dat moet energie hebben. Die energie moet er niet meer gericht zijn op dat wat er nou gebeurd is en daarmee bezig. Dat is al voorbij. Kan niet meer ongedaan maken. Daar zit je voor straf voor. Maar dat je gewoon echt denkt, hey shit, ik heb de keuze. Of ik word een plant, of ik word in de jeugdherberg een van de klanten. En al die rituelen in de gevangenis om het lekker goed te hebben. En de juiste verhoudingen, en dit en dat, en dit en dat. Keuken helpen, dit helpen, dat helpen. Allemaal gedoe. Dus, nee, is ook heel leuk en allemaal heel goed, maar het is braaf, braaf, braaf. En die verandert geen reet, die komt eruit. Hier zit iemand die gewoon vanuit zijn eigen motor dingen gaan doen. Maar daar zitten ook mensen, die zitten het gewoon uit. Er is helemaal geen reet mee gebeurd. En dus geen conditie opgebouwd. Duidelijk. Ik heb heel lang in de jeugdbescherming gewerkt. En heel veel wat hier over tafel gaat is ook van toepassing op de jeugdbescherming. Zelfde verhouding met justitie en dergelijke, dus dat is heel herkenbaar. Maar ik heb pas meegedaan aan het organiseren van een congres over hechting en hulpverlening. En dan blijkt dat de problemen vaak al in het gezin van oorsprong ontstaan. Dat zag je in de jeugdbescherming ook. Jeugdbeschermingskinderen brengen jeugdbeschermingskinderen voort. Dus als hier stelkens op een wat hoger niveau wordt ingestoken, dan blijkt dat de hechting die in het gezin niet tot stand komt, vaak ook niet leidt tot hechting aan de samenleving. En dat is natuurlijk wel een heel groot en wezenlijk probleem en dergelijke. Want wij ons maar verwonderen waarom is die recidive zo? Nou, mijn antwoord is heel simpel. Men voelt zich niet verbonden met de samenleving. En als je dan ook nog een keertje in je hemd gezet wordt, omdat fundamentele dingen niet geregeld kunnen worden en dergelijke, omdat ook andere mensen hun huis verliezen en dergelijke, dan denk ik van nou, dan heb je op een gegeven moment heel veel redenen om geen rekening te houden met de samenleving en gewoon je eigen plan te trekken. Ik een beetje een algemene oproep voor ouders om harder aan de kar te trekken. Ik heb bijvoorbeeld laatst heb ik hier een debat meegemaakt, onder andere met Diederik Samson, die gewerkt had als straatcoach. En die op een gegeven moment ook opmerkte van wat je ziet bij die jongeren die dan in die risicogroep zitten, is dat hun vaders liggen op de bank. En het is een tijd dat ze van de bank worden afgeschopt. Ik moet een hele ingewikkelde brug maken om een einde deze avond af te ronden. En dat komt
van de vader die op de bank ligt, ga ik naar de vader die aan zijn zoon uit moet leggen wat goed en fout is. En dus ik wou eindigen met een column van Rijn, of jij die voor wilt dragen. Okay. En in de foyer is ook nog een installatie waar kinderen over goed en fout, straf en misdaad spreken. Dus van het Noord-Nederlands toneel, wou ik nog even zeggen. Ik kan u ook nog even luisteren. Maar we sluiten deze avond af met Rijn. En ik wil in ieder geval al alle sprekers en het publiek heel hartelijk bedanken voor deze avond. Ik heb deze column geschreven omdat in de gesprekken die ik heb met langgestraften in gevangenissen, hoor ik af en toe geconfronteerd met een hele schrijnende uitspraak. Is dat ik van de langgestrafte achteraf te horen krijg van, verrek, ik heb weer eens een keertje met een mens kunnen praten. En daar moest ik ook aan denken toen ik onlangs gevraagd werd of ik columnist wilde worden voor, want we hebben niet alleen Nederlandse gedetineerden hier, we hebben ook heel veel Nederlandse gedetineerden in het buitenland, zo'n 2600. En die hebben een eigen blad. En dat blad dat heet Gezant uit Nederland. En dat wordt verslonden, heb ik gehoord. Dus aan mij de vraag of ik daar columns voor wilde schrijven, maar dan dat het niet direct aanzet tot zelfmoord. Maar ook niet al te naïef en te vrolijk optimistisch is. Vandaar dit stuk. Ik moet gelijk bij opmerken dat de eerste zin is gedramatiseerd. Dat is voor de inhoud van het stuk een opbouwende stijl. Want mijn zoontje huilt in werkelijkheid niet zo snel. Papa moet de gevangenis in. Onder het uitslaken van die woorden rende mijn zoontje van 6 huilend naar zijn moeder. Het mannetje leek ontroostbaar. Snikkend en schokschouderend zat er weer mama op schoot. Compleet van zijn stuk door het vooruitzicht dat hij zijn vader zal moeten missen. Ja, maar hij komt daar vanmiddag ook weer uit hoor. Hij gaat er alleen met mensen praten, stelde mijn vrouw hem gerust. Ja, gekkie. Papa is toch geen boef meer? Bracht mijn 4-jarig dochtertje in, op zo'n sussende, naar stangende toon, zoals alleen kleine vrouwtjes dat kunnen die nog een appeltje te schillen hebben met een oudere broertje. De kleine man herpakte zich. Met nog betraande ogen keek hij me nieuwsgierig aan. Ga jij praten met boeven? Vroeg hij indringend. Ja, vanmiddag. Ja. Maar boeven zijn toch slechte mensen? Waarom ga jij praten met slechte mensen? Dat snap ik dus echt niet, hè? Ja, niet alle boeven zijn slecht, Joris. Er bestaan dus ook goede boeven, concludeerde de kleine man, tevreden. En hij gaf zich over aan een wilde achtervolging met zijn speelgoedautjes tussen slechte polities en goede boeven, waarbij het op voorhand duidelijk was welke partij het onderspit zou moeten delven. Wat moet dat een heerlijke wereld zijn, waarin het onderscheid tussen goed en kwaad een absoluut gegeven is en waarin de zekerheid bestaat dat het goede altijd zal zegevieren over het kwade. In zo'n wereld is er geen ruimte voor twijfel. Geen aandacht voor de omstandigheden die de wereld van goedwillende mensen plotseling op zijn kop kunnen zetten. In dit walhalla is het idee dat mensen feilbare wezens zijn niet meer dan absurditeit. Zo ook de mogelijkheid dat goede mensen af en toe de verkeerde dingen kunnen doen. Tot mijn grote schrik besef ik dat de wereld van mijn kleine man in zijn starheid verdraaid veel gemeen heeft met de programmapunten criminaliteitsbestrijding van bepaalde politieke partijen. Wij zijn goed, zij slecht. Koppen en slogans. Harder aanpakken, dat tuig. Brullen een volksmens. Eens een dief, altijd een dief. Meent een oude volkswijsheid die hun rigide ideeën schraagt. Maar mijn kleine man vraagt door. In tegenstelling tot de demagogen, aangedreven door het innerlijke motortje van levenslust en nieuwsgierigheid. Waarom overval jij nu geen banken meer? Kwekt hij opgewekt daags na dit voorval in de overvolle kleedkamer van een zwembad. Misschien dat ik morgen iets vertel over verantwoordelijkheid en over vertrouwen en dat je dat besef soms mist. Maar dat het ook weer kan terugkomen. Maar misschien zal ik me toch eerst moeten uitleggen dat hij weliswaar de goede vraag stelt, maar de plek uiterst ongelukkig gekozen heeft. In de wereld van mijn kleine man bestaat ook dat onderscheid namelijk nog niet. Dat was hem.
Ik was nog één ding vergeten te zeggen, want als je meer van Rijn wil lezen, zijn boek wordt verkocht hier buiten. Of als je er niet aan kan komen, dan hier wordt het verkocht. Dus dank u wel voor deze avond.